Dus ik had ook ineens geen zicht meer. Um, dus ik had ineens mijn vingers over. Er waren mijn ogen. Ik had handschoenen aan, piloothandschoentjes. Van die dunne handschoentjes. Die deed ik uit. Die gooide ik weg. Toen ik ze weggooide, dacht ik, waarom gooi je ze weg? Waarom stop je ze niet gewoon in je, in je vest? Allemaal van die paniekreacties, eigenlijk. Op dat moment, weet je wel. Omdat ik natuurlijk constant bezig was om ja, bij dat schip uh, te kunnen blijven. En daar mijn dingetje te kunnen doen. Um, ja, en ik kon ook niet mijn zuurstofverbruik in de gaten houden. Toen raakte ik ook nog een explosief kwijt, omdat ik toen dat meer net tegen het schip aan werd gebeukt. Ja, toen uiteindelijk, wat een heel plan gemaakt, dat ging totaal niet, uh, in ieder geval, door de situatie daar. Het was een soort wasmachine waar we in uh, terecht waren gekomen. Toen wilde ik dus opgeven. <coughs> en toen zag ik letterlijk in zijn hoofd mij in de taai trappen. Ik zag een soort wolkje verschijnen met zijn hoofd. <laughs> Ja, en toen ben ik maar doorgegaan. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie vandaag weer bij zijn. Tegenover mij zit Dennis Kok. Heel tof dat je er bent. Yes, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Wat, uh, wat jullie niet weten, is dat de meeste van jullie. Wellicht Dennis al lang kennen, maar je dus je er niet van bewust van bent. Want als jij de documentaire hebt gekeken op Videoland over Marshof, dan is volgens mij aflevering drie of vier gaat vijf. over... Aflevering vijf, dat weet hij uit zijn hoofd hoor. Toevallig, dat is het enige <laughs> wat ik weet. <laughs> aflevering vijf gaat over de antipiraterij en uh, jij bent een van de duikers geweest die daar... Uh, je explosief heeft geplaatst. Of jij bent de duiker geweest die daar de explosief heeft geplaatst. En uh, daar heb je toen je verhaal gedaan. Alleen toen was het allemaal nog uh, in dienst. En sneaky sneaky en uh, balkjes voor je hoofd en alles erop en eraan. En nu uh, ga je eigenlijk voor het eerst een beetje echt open. Ja, je doet wel al wat dingetjes. Maar dit is wel voor het eerst dat je een beetje echt openlijk uh, ja. hier zit. Hoe voelt dat? Um, maar ja, buiten het feit dat ik gewoon met jou aan het kletsen ben. Wordt het opgenomen natuurlijk. Uh, dus het voelde nog wel um, wazig, zeg maar, maar ik ben natuurlijk al een paar maanden de dienst uit. Dus ik ben nu een beetje meer erover aan het praten al. Alleen, jij ja, wordt natuurlijk veel bekeken. Dus die wetenschap maakt het een beetje wazig in mijn hoofd. Of, nou uh, ja, verder niet eigenlijk. Ja. Eén van de twaalf duikers trouwens. Dus we hebben meerdere operaties gedraaid natuurlijk. Dus alleen, ik en nog één waren bereid om daar ook een, uh, mee aan te werken aan een uh, documentaire, om het zo maar te zeggen. Ja, hoe wordt daarnaar naar gekeken? In die, want hetgene wat ik nog weet, van wat het spannend maakt om voor het eerst zo te zitten, yeah. is jij komt uit de community. Je weet hoe er geluld wordt over lui die dingen uh, in het openbaar doen. Je weet ja. hoe, hoe het is als er media op de stoep staat bij Mars of. Het is niet voor niks dat het een gesloten groep is. Dat mm. moet ook, omdat het mm. zijn het professionals. zijn. Je wilt ook niet alles in het openbaar hebben. Klopt. Dus daar zit een, een deel natuurlijk tactisch belang in. Mm -hmm. Maar er zit ook een soort waardeoordeel in. Dat ken jij als geen ander natuurlijk. Want er wordt over geluld. Hoe voelt. Mm. Speelt dat in jouw hoofd nu in de aanloop naar dit gesprek? Um, nou, eigenlijk niet. Ik weet inderdaad hoe dat gaat. Maar als je zelf nog erbij zit, dan vind je wat van luid die er wat van roepen. Uh, dus daar heb ik zelf natuurlijk ook onderdeel van uitgemaakt. <tus> maar het is ook wel weer mooi om, om er wel over te hebben. Want dat creëert wel weer dat andere mensen uh, er misschien meer begrip voor krijgen. Of dat het meer bekend wordt. Dus dat het ook weer goed is voor. Ja, als motivatie voor mensen om misschien die kant op te gaan. Dus eigenlijk uh, ja, wat men ervan vindt. Uh, als, we echt, als we dat echt heel erg veel uit had gemaakt, had ik hier niet uh, gezeten natuurlijk. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Kijk, het mooie. Ik heb dat toen met Leo van de DSU, uh, een Belgische gast die toen mm. in uh, Verviers uh, zat. Ik vond dat hij dat wel heel mooi kon omschrijven. Hij zegt ja, die gasten die nu het werk nog steeds doen, die kunnen daar eigenlijk niet over praten. Dus ik ja. voel me ook verantwoordelijk om het verhaal uh, waardig te vertellen, zodat mensen weten wat ze doen, zodat het in een bepaalde zin gezien wordt via mij. En mm. Het is niet dat het om mij moet draaien, maar ik vind het gewoon wel, wel ja. belangrijk dat, dat sommige verhalen verteld worden en dat er dat mensen zich beseffen wat het. Ja. Wat, wat, wat die jongens doen. Nou, eigenlijk toen, die, uh, toen het verzoek kwam van: hé, hey, er, er, er gaat een documentaire komen over Marcel, vijf afleveringen. En elke aflevering heeft dan zijn eigen thema of haar eigen thema. Um, en een van die thema's is dus ook de anti-piraterij in Somalië. <coughs> Wie wilde daar meewerken? Toen wilde eigenlijk niemand <laughs> daar meewerken van ons, van de, de mannen zeg maar. Um, maar ja, dan, dan verdwijnt het weer in het niks, weet je wel. Dus dan is het als zijnde er nooit iets gebeurd is natuurlijk. Um, dus er werd gezegd, de docu gaat er komen. Of je nou meewerkt of niet. Dan gaat iemand anders uh, uh, voor, die, voor die camera zitten, weet je wel. Niet een operator, maar dan iemand van de staf of weet ik veel wat allemaal. Dus toen had ik zoiets van, nou weet je wat, dan hebben we in ieder geval nog de controle zelf. Dan gaan wij daar zitten. Uh, dan wordt het vooral in ieder geval verteld hoe het echt gegaan is. Vanuit operatorniveau en niet iemand die vanaf op een schip uh, bij de staf zat. Wat even belangrijk is natuurlijk. Maar voor het verhaal is het uh, belangrijk dat een operator dan denkt... dat heeft verteld over hoe het, de, de hele beleving erbij en dat soort dingen. En dat het dus ook vereeuwigd wordt. Wat ook weer ja, goed is natuurlijk. In plaats van dat het weer een soort uh, mythe wordt. Wat vergeten wordt. Ja, het, het grappige is... Is dat het corps mariniers dus aan de ene kant dat oordeel heeft, want ze willen het niet. Maar ja. aan de andere kant hoor je in een wandelgang ook altijd: van ja, dan gaan al die dapperheidsmedailles weer naar, naar het KCT of naar andere clubjes. Ja. En dat komt eigenlijk ook omdat het corps vaak niet goed geweest is in het opschrijven mm -hmm. en het um, ja, eervol voor melden van, van de acties. Dus ja. daar zit een beetje in die lijn ook wel. Het is ook natuurlijk omdat we alles heel erg nuanceren van ja lekker belangrijk en uh, zo speciaal was het toch allemaal niet. En ja boeien die medailles en groot bureaucratische gelul allemaal weet je wel. Uh, wat nu ook weer zo was natuurlijk want de helft heeft hem wel de andere helft heeft hem niet terwijl we allemaal hetzelfde werk hebben gedaan. Maar ja um, wie schrijft die blijft dus het klinkt wel als een dooddoener maar daar zijn wij natuurlijk gigantisch slecht in bij het Korps Mariniers. Uh, daarom zijn al die dingen um, allemaal over, alle cursussen en weet ik wat allemaal... zijn allemaal overgegaan naar andere krijgsmacht omdat die wel snapten hoe dat werkte... met, hé, hey, dit moeten we misschien even opschrijven. <laughs> uh, op cursussen en dat soort dingen bijvoorbeeld... noem ik één voorbeeldje. Um, dus laten we het dan nu wel even een keertje goed doen... door die in ieder geval die documentaire... Um, goed op te nemen, zeg maar, met het verhaal. Ja, ja dat, ik denk dat dat ook belangrijk is binnen bepaalde binnen bepaalde grenzen zeker als het al een jaar geleden is en ik weet je weet ook van deze actie dus ik moest heel erg lachen net omdat jij zei ik weet ik heb jou natuurlijk aan de telefoon al even gevraagd van nee hey, en hoe was het dan om die duik om die om die actie te doen en wat zei je toen en dat het gewoon een, een, een duikstage was maar, <laughs> maar, dan, maar dan in Somalië toevallig <laughs> Ja, ja. Dat, dat is die nuchterheid natuurlijk van ja, weet je, de buitenwereld kijkt ernaar en dan gaat, staat zo'n minister, staat er allemaal dingen over te vertellen en dan dit en dat. En jullie doen, zijn gewoon bezig met je job en, je wil, ja. en, en de druk, waarschijnlijk is de druk die jij voerde van als, eh, want het was niet makkelijk om dat ding te plaatsen, dat nee. komt er wel mooi naar voren. Maar de druk die je voerde was denk ik groter van als we dadelijk terug zijn op, op, het, op het schip. Dan wil ik niet gewoon bij mijn buddies vertellen dat ik dat ding ja. niet geplaatst heb. Die druk was groter ja. dan dat je dacht van, oh, het is spannend vanwege... Ja. Nou, dat is eigenlijk de enige reden waarom die operatie geslaagd is. Was omdat ik bang werd dat ik anders in de taai zou worden getrapt door, <laughs> door mijn buddies. Dus er was de totaal geen nationaal belang zat erin of zo. Of groter, groter gedachten. Het was gewoon puur bang om, ja. om in de tuigen te worden. Dat ga, ik, dat, dat ga ik de rest van, het, ik, ja, van, van mijn carrière ga ik dat horen dat ja. ik het niet te gefixt heb. Ja precies. Ja precies. Want ik wou echt stoppen. Want het ging ja het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. Maar ja, nou dat dus, het lukte dus wel. Ja. 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 ja mooi. En uh, ja, want we gaan zo meteen natuurlijk eventjes uh, door een aantal dingen heen lopen. Uh, jij, jij, jij zit er nu ook lekker een beetje koud in. Heb je wel eens van je überhaupt gekeken? Of heb je ook helemaal geen Eén uh, keer vorige week de aflevering van Teun. Dat was oh, ja. natuurlijk een buddy van mij. We ja. hebben in Afghanistan gezeten en uh, met Teun heb ik in het team gezeten. Staat op mijn lichaam getatoeëerd ook Teun. Dus uh, voor ah. initialen. <coughs> Wil je <hij> dit zien? <laughs> Dus uh, nee, dat was eigenlijk de eerste podcast die ik had gekeken van jou na jouw uitnodiging. Ik had er wel van gehoord uiteraard. De podcast van, uh, van jou. Maar uh, nee, ik heb er nog nooit een podcast gekeken verder. Nee. Sorry. Nee, ik bedoel niet, niet dat, dat, dat je dat moet kijken. Het is meer van nou, dan weet je misschien wat mijn eerste vragen gaat zijn. Nee, nou ja, als ik uh, die van Teun uh, kan herinneren, dan uh, kan ik hem vast wel verzinnen, maar die heb ik vergeten. Dus nee. <laughs> Ja, ik, ik, wat ik altijd interessant vind is om even een beetje in te duiken, ja, wie ben je eigenlijk? Dus ja. misschien wil je eens vertellen wie je bent, waar je vandaan komt en uh, hoe je uiteindelijk bij het corps terecht gekomen bent. Nou oh ja, uh, nou ik ben Dennis, 39 lentes en geboren in Delft-Zuil in Groningen. Dat is zeg maar verder kan je niet. En... Um, and... Even kijken hoor. Nou, gewoon opgegroeid in een gezin met een zusje en twee ouders. De ouders zijn nog steeds bij elkaar. En op een christelijke basisschool gezeten. Christelijk opgevoed. Maar <coughs> uh, toen ik bij het korps ging, uh, werd dat uh, verziekt. <laughs> um, had ik al gezegd dat ik naar ja, middelbare school gedaan. Eerst VWO, HVO, VWO. Nou, toen ging ik naar VWO, VWO 2, VWO 3. Toen had ik eigenlijk geen zin meer. Toen ben ik teruggegaan naar HVO 4. Ik gooide er eigenlijk al een beetje met de pet na, zeg maar. Dus toen heb ik voor 4 voor 5 Toen schreef ik me in voor een studie bedrijfseconomie. <laughs> Zie je het voor je? Uh -huh. En mijn vader die kijkt me aan en die zegt, Dan, heb jij wel zin om te studeren? Ik zeg, uh, nee. Hij zei, nou, dan ga je niet studeren. Ga maar werken of ga maar iets anders doen. Want ik ga mij alleen maar geld kosten. <laughs> dus ik mocht niet studeren van mijn vader. Um, we hadden in mijn jeugd eigenlijk al, mijn ouders hadden altijd een staakerven. Ik ga een beetje van hak op de tak, maar dit hoort erbij bij het, uh, bij het verhaal. We hadden een staakerven in Assen, op camping Witte Zomer. En daar had je een, uh, uh, een gast, die kwam daar dan langs uit Assen. Uh, Johan heet hij. <coughs> Johan van der Meer. Oud Marinier ook trouwens, die was toen Marren, een jonge gast, wel een paar jaar ouder dan ik. Dus hij was, zeg, maar God in mijn ogen. Want ik was gewoon nog de, de blowende scholier. Uh, en hij had allemaal wilde verhalen over het korps, weet je wel. Elke keer zat hij sapje te doen, bier te drinken en dan komt hij met wilde verhalen over het korps mariniers. En het was allemaal ja, onmogelijk in mijn, uh, in mijn hoofd natuurlijk. Want wat hij allemaal vertelde, dat was één groot spannend jongensboek. Um, dus het was al, denk ik, zaadjes wat, wat geplant werden in mijn hoofd van iets wat mooi is. Maar ook iets wat onhaalbaar leek in mijn hoofd door zijn verhalen. Had je nog een andere maat van mij? Um, die was ook marinier. En uiteindelijk haalde ik dus mijn HAVO-diploma. En toen ging ik dus uh, niet studeren. Dus toen ging ik mij opgeven bij een banenwinkel voor de marine. <coughs> Voorlichting in Groningen. Met mijn moeder naar Groningen toe, naar zo'n banenwinkel in de in brandweerkazerne. En daar zat dan zo'n uh, uh, wervings-iemand van de marine. Uh, en die liet allemaal filmpjes zien van de marine. Technische dienst, wapendienst, uh, logische dienst of logistieke dienst. <laughs> Vond ik allemaal echt helemaal niks aan. <coughs> Toen had hij nog één promofilmpje op het eind van het Corps Mariniers. Toen zag je dus een filmpje van 20 minuten met uh, lui die rondrennen in de regen, hindernisbaan, onder een tentkoffer, gecamoufleerd. Mega mooi allemaal. En uh, ja, toen zei ik eigenlijk: ja, dat is goed, dat wil ik. <laughs> toen op basis van dat heb ik me ingeschreven daar te En toen ging ik het hele uh, keuringstraject ging ik in. En uh, dat was het eigenlijk. Dat was mijn besluit om bij het Corps Mariniers te gaan. En hoe, hoe was jij, want jij noemt uh, christelijke opvoeding? Wat, betek, ja. wat, wat, wat oh, betekent dat? Wat gewoon naar de kerk gaan en uh, uh, elke zondag zat ik in de kerk, bed ik zat de bijbelstudie zelfs ook um, met tegenzin? Ik vond er niks aan. En, en, en jij zei, het, het korps heeft dat uh, verpest in de zin van uh, ben je eigenlijk pas soort van losgegaan. Uh, van, van dat hele leven opgroeiende in, in, het, in een christelijk gedachtegoed bij het korps of daarvoor al een beetje in je puberteit? Nou, in mijn hoofd was ik er al weg van natuurlijk. Alleen, uh, ik werd zo opgevoed door mijn ouders. Niet dat ik zwaar christelijk ben opgevoed of zo, of, heel, of slecht. Ik heb ik ben een hele top uh, jeugd gehad en zo. Mijn ouders lieten me gewoon los en vrij in alles. Um, maar toen ik bij het korps ging, was ik natuurlijk door de week weg. Zat ik in Rotterdam. Dus dan kwam ik en thuis. Dus eigenlijk was dat versneld volwassen worden. Ze dus lieten mijn ouders me ook gewoon volledig mijn eigen ding doen. Dus toen hoefde ik ook nergens meer mee naartoe en weet ik wat allemaal. Dus zodoende ben ik, ja, toen het zeg maar vrijwillig mocht, toen ben ik niet meer naar de kerk gegaan, laat ik het zo zeggen. Dus hoe ben ik uit dat daaruit gestapt, om het zo om te zeggen. Is dat een ding geweest voor je ouders? Um, ik heb ze er nooit over gehoord. Ik ging wel altijd mee met Kerst en het is nog steeds wel een ding voor mijn ouders. Klein dingetje, niet heel heftig, maar ja, ja dat is, dit is wat, het. Dit is wat het is, ja. Nee, ik, vanuit hun gedachtegoed is het natuurlijk gewoon... Uh, ja, zij, 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 gun, zij, voor hen is dat lastig natuurlijk. Ja, ze zijn niet zwaar christelijk, maar ze gaan ook zelf niet echt meer naar de kerk. Maar ze, zijn, ze, ze hebben wel die, uh, die visie nog. En, en jij omschrijft je jeugd dus wel als, als een goede basis, eigenlijk. Ja, ja ik, ik kon altijd doen wat ik wilde. Uh, beschermt uh, gewoon een stabiele thuissituatie. Met, uh, met ouders, zeg maar, gewoon normaal op school. En zolang ik mijn best deed op school. kon ik binnen de wazen van het net. Uh, of uh, van de wet. van de wetten thuis. kon ik wel uh, floreren, zeg maar. Als het op school maar klop, als het allemaal maar klopte. dan liep mijn. paam pa me wel met rust. Ja, dus bij kon... mij was het ook. Een, een uitspraak bij ons thuis was altijd. het maakt me niet uit. je haalt je VWO. en daarna kan je putjes schepper worden op de Noordzee. dat maakt dus niks uit. maar dat VWO moet je halen. Ja. Oh. Ja, leuk. Nee, maar ze lieten me ook gewoon teruggaan naar HAVO, toen ik terwijl, terwijl ik wel overging van VWO 3 naar VWO 4. Toen oh. gaf ik aan van, ik heb echt geen zin meer hierin. <coughs> ze lieten ze me ook gewoon overgaan naar, v naar HAVO 4. In plaats van pushen dat ik toch VWO moest gaan doen. Dus. Ja. Ja, dat had, ja, uiteindelijk had, heb ik ook voor die keuze gestaan. Ik heb toen uiteindelijk op het laatste moment uh, blijven zitten in 4 en 5 VWO. Ja. Toen was het van oké, okay, afzakken. Uh -huh. En toen zeiden ze, toen dat was heel interessant, want toen zeiden ze van ja, is goed eigenlijk. Toen zeiden ze van uh, dan moet je dat doen. Ja. En toen begon het bij mij te knagen. Toen dacht ik van ja, fuck. <laughs> toen kon ik me aanmelden bij was onderwijs en toen heb ik mijn vwo eigenlijk in drie maanden gewoon twee jaar in één keer gedaan. Oh, toen was ik ineens klaar. Lekker, ja. Ja, dan is het, dan merk je eigenlijk van, ja, het is. Ik weet niet of jij dat herkent, al maar als, als je ergens in gelooft, kan je de muren er, erheen breken, ja. maar als je als je, de, als je ja. het niet wil, dan lukt dat ook gewoon niet. Nee, nou dat is inderdaad uh, spijker op zijn kop. Als je niet wil, als je als je wil, je hebt een passie en een doel en dan kan je door, door ja, dan al die clichés kloppen gewoon, weet oh. je wel. Maar als je niet wil, dan is het ook klaar. <kwijnt> um, en sport, Hoe, ja. was, je, was je sportief in je jeugd? Is, is het, of is het aangewakkerd bij het korps? Nee, ik was al uh, sportief. Ik uh, beheerde gewoon mijn zwemdiploma's AB. Toen was ik 5,5. Toen zat ik, ik, weet nog precies waar ook, waar dit gebeurde. Toen zaten we op de fiets. En toen zei mijn pa, die zat naast me op de fiets. zei, oké okay, Dennis, je mag kiezen. Voetbal of judo? Voetbal, uh, breekt je knieën en uh, slecht voor je enkels. En, <laughs> judo, wat je mega sterk van. Dus toen zei ik, nou doe maar, <laughs> doe maar judo dan. <laughs> toen ben ik gaan judoen. Uh, dat ging lekker, en gelijk toen judo ook als jochie. leuk. Um, uiteindelijk, toen ik 11, 12 was, had ik bruine band, was ik daar helemaal klaar mee. En mijn vader zat toen op karate, uh, Ashihara karate zat hij, full contact. En op judo en jiu zat hij, de Japanse jiu -jitsu. Dus hij deed. Hij was altijd al een sportapaat geweest ook. Met uh, hadlopen in zijn uh, karatepakje En uh, op grindpaden, grindpaden hardlopen zonder sokken om eeltlaag te kweken. Ah, Kijk, daar komt de Aap uit de mouw. Uh, dan is hij gewoon al een beetje geprept door zijn vader. Uh. Ja, zat hij door. Stond hij tegen Latadepalen aan te tikken met zijn schenen om zijn zenuw uiteinden uh, te verdoven. Of weet ik veel hoe die het noemde. Um, en um, toen ben ik dat gaan doen met hem karate. Maar ik was net te jong nog voor de volwassenen en te oud voor de kinderen. Dus ik deed met de volwassenen mee. Maar dat was echt, ja. Die lui waren gewoon nog te sterk. Um, dus toen ben ik uiteindelijk. Wat ben ik toen gaan doen? Want toen ben ik uiteindelijk um, gaan zwemmen en basketbal. En dat vond ik echt super vet. En toen ben ik bij de baas gegaan, bij het korps. En ja, toen had ik nergens meer tijd voor natuurlijk, behalve gewoon marinier zijn. Toen ben ik later nog wel weer karate of nee, karate gaan doen, ook een tijdje. En, maar dat was niet te combineren meer met de baas want ik kwam elke maandag op de zaak met kapot getrapte bovenbenen en amper kunnen lopen, weet je wel, dus ja, dat was gewoon niet meer, niet meer functioneel. Nee. Dus dat is eigenlijk mijn sportleven tot aan uh, het korps geweest. Qua voorbereiding voor het korps, na de keuring word je goed gekeurd natuurlijk. Um, ja had ik nog denk ik twee maanden of zo toen ben ik gewoon een beetje gaan hardlopen en uh, een beetje opdrukken en optrekken en dat soort dingen niet heel bijzonder of zo nou, mooi nou ik vind het ook mooi wat je vertelt over de dat is wel grappig dat je, je, je eigenlijk als je het hebt over die Johan die dan niet vertelt ja en dat wordt dat wordt dan dat wordt een bepaald beeld ja en dat beeld is best wel belangrijk omdat ik, ik als ik het even over mezelf op mezelf betrek en het grappige is dat jij, jij bent daar ook onderdeel in geweest in mijn reis hm. Want wij kennen elkaar oh. helemaal niet zo goed wij hebben elkaar natuurlijk al meegemaakt ja. maar ik kan me nog herinneren kijk je hebt op een gegeven moment elke keer een soort van dit van die trapjes hm. als je jong bent is zo'n Johan is zo'n gast ik, wow, vet, die doet allemaal dingen en, en denk ik oh, dan kan ik mezelf wel een beetje zo uh, molden dat ik ook zo'n gast word ja en zo heb ik gedurende mijn carrière, heb je elke keer natuurlijk een soort van vergoten trapje in het begin. Zijn het misschien een instructeur of is het een gast? En dan denk ik denk, wat zijn dat voor gasten met Pivakmuts? En dan denk ik, hé, wat zijn dat dan voor laai? Ah, nou, Zou ik dat ook kunnen? En dan, elke keer heb je zo'n soort vergotende trap. Ja, en ik weet nog wel dat ik dan uh, binnen Mars of voor het eerst kwam. En dan, dan was het altijd, was een soort van. jij ja, waren een soort uh, vier, vierkant, uh, vierkante tank. En, dan, uh, en, en jij was natuurlijk fysiek mega sterk. En dan. Uh, was dat altijd wel een soort van, had je, je, had, je had altijd wel weer een soort vergotende trap. Of het nou fysiek was mm -hmm. of met andere dingen. En dan, en dan ben je eindelijk bij SF en dan is het weer van, ja, maar er zijn ook luiders zijn kikker. <laughs> ja, dan moet ik ook weer kikker worden, weet je wel. Dus, ja. dus dat was grappig dat je die, um, ja, je hebt, die, je hebt dat soort lui nodig. Kijk, je, je hebt van, mm -hmm. van, van binnen het korps maniers, heb je gewoon van die karakters nodig. En daar ben jij daar ook een van geweest jarenlang. En dat ben je, ben je nu nog steeds, maar zo... Dat, dat, is, dat doet gewoon iets met de jongere mariniers of met, 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 de, ja, met de lui die op het pad zijn. Ja. En um, nou, dat weet je niet, maar voor mij was jij dus op een gegeven moment ook zo'n ding dat ik dacht: ah, nou moet ik weer, weer een trapje houden. Dus het, is, het geeft iets van: het blijft je vooruit drijven, omdat nee. altijd wel weer een of andere Jan is die nog sterker is. Ja. De, uh, Herken jij dat, gedurende jouw carrière? Ja. Heb jij figuren gehad waarvan je dacht, ja, dat, of, dat zijn wel baasjes? Ja, zeker. Dat is bij, als je natuurlijk bij het korps komt, dan in het begin is de als de god, zeg maar. De EVO-baksmeester. Uh, daar heb je er dan heel veel van in Rotterdam. Dat zijn allemaal goden, <kijf> um, Ja, Dan zijn er natuurlijk een paar, zijn BBE'er, kikker of ML'er. Dat zijn natuurlijk dan de onaantastbare. Dat, dat, dat is zeg maar de zon waar je niet naar kan kijken. <laughs> <laughs> dat is onhaalbaar, ja. dat zijn de ubermenschen. Ja. Um, want jij bent natuurlijk bezig met marinier worden. En dat zijn. Dat is gewoon. Ja, dat, dat kan gewoon niet beter dan dat. Dus daar durf je niet eens aan te denken dat je dat ooit wil gaan. Kunt gaan doen. Want diep van binnen ben ik gewoon een onzeker jongetje eigenlijk. Weet je wel. Dus eerst de mariniersopleiding was te zwaar. En weet ik veel. Dacht, dacht ik in mijn hoofd. Dus dacht ik, ik ga naar de marine toch? Dat was een van mijn dingen. Want korps mariniers is te zwaar. Toen die promofilmpjes waren kut. Dus toen ben ik uiteindelijk voor het korps gegaan. Omdat het promofilmpje vet was. <laughs> Bijzonder trouwens. Dat je op zo'n jonge leeftijd. al zulke levens. Uh, Ingrijpende beslissingen neemt zonder dat je het zelf door hebt ja. naar nou, je middelbare school. Ga maar even kiezen wat je gaat doen. Ja, je weet helemaal niet wie je bent. <laughs> nee, Precies, we hebben daar geen nul. Nee, zeg bijzonder. Maar in ieder geval, na de EVO, dan kom je bij de operationele eenheid en dan heb je dus de legendes binnen het korps. Dat zijn dus de lui waarvan de verhalen door de wandelgangen gonzen. Um, ja, dat zijn natuurlijk dan, maar dat is nog steeds zo onhaalbaar. Dat is wel bijzonder hoe dat, hoe dat dan evolueert. En op den duur dan kom je er langzamerhand... Ja, je moet eerst een beetje settelen en kijken waar jij staat. Fysiek en mentaal ten opzichte van de rest. En voordat je durft te gaan denken aan bepaalde opleidingen en specialisaties. Weet je wel? Ja. Um, dus ja, tuurlijk heb ik idolen binnen het korps. Nog steeds. Want als ik nu... Uh, ik, ik kan zo nu tien lui opnoemen die de afgelopen jaren zulke extreme dingen hebben gedaan fysiek. Uh, dat ik denk, ik ben eigenlijk gewoon nog een... Uh, ja, het is bizar die laatste dat dat speedmaster team wereldrecord speedmaster team ik kan ja. al die namen wel noemen maar heel veel nee. luisteren nog in dienst dus met achternamen doen we even geen zaken denk ik hier in deze podcast nee, nee ik heb natuurlijk een podcast gemaakt uh, mm -hmm. met uh, rondom uh, ja het verlies van de, van binnen dat team speelde natuurlijk heel erg uh, ja ja jij hebt ook met hem gediend denk ik hè? ik zat bij uh, bij giel in de kikkeropleiding ja. maar Kass heb ik niet echt meegediend want ik zat in de west maar Giel, uh, ja, zo'n kikkeropleiding. Die ook. Um, nou ja, dat, dat hele Speedmars team, dat is natuurlijk bijzonder. Die uh, ook uh, de 100 kilometer rent in onder de 9 uur, dacht ik. Dat is bijzonder. Een andere gast weer. Met, heb ik mijn Mars vooropleiding gezeten? Nee, een andere. Oh, andere die uh, laatste rondje IJsselmeer fietsen even. Weet je wel, 400 kilometer. Oh, ja. uh, ook uh, samen met Giel de 200 kilometer het kanaal over kajaken. Waarvan de Engelse veiligheidsboter, die alleen nog maar kan herinneren, dat er een of andere Engel Nederlandse gast was die alleen maar met een peuk in zijn bek zat, 200 kilometer lang. Ja, dat is die ook de marathon Del Sabre heeft gelopen vorig jaar, wat zogenaamd de zwaarste is op aarde. En als ik dan een vraag naar die tijd van hoe was het, en dan zegt hij, ja, dat ja, was goed te doen. Wat <laughs> Ben zijn reactie. <laughs> ook wereldrecord Mars en die was onderuit geschiet. Volgens mij had hij een ongeluk, uh, breuken in zijn lichaam, kon nooit meer was een wonder als hij nog kon lopen, maar wel daarna triathlon loopt. En ook dat marathon, of wereldtoernooi, Piet En allemaal van dat soort verhalen. Het is zo'n verzameling van um, fysieke legendes. Ja. Bij elkaar op één hoop gepropt, weet je wel. Nou, en dan, ja, het is bizar. Dus ik, ja. <tie> Ik probeer het een beetje te nuanceren, weet je wel. Over... Ja, want eigenlijk, als je, te, als je het echt zegt hoe het is, dan klinkt het bijna alsof je een fabeltje ja. aan het vertellen. Het ben is gewoon bent. een van de minder eigenlijk. <laughs> dan ben je zelf aan het downgraden. Mezelf aan het downgraden, ja. 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 ja, ik moest ook zo lachen op die anekdote van dat jij met, uh, met dat verhaal, dat is, dat is typisch. Um, omdat je je natuurlijk omringt met allemaal next level lui. Ja. Zeker binnen C-Kadron. Waar jij dan eh, terecht op. Allemaal kikkers en ml's, ja. Die lui zijn zo ongelooflijk sterk. Dus ja. jij denkt op een gegeven je meet je op een gegeven moment natuurlijk met allemaal lui die allemaal rond tot, rond dat ja. niveau zitten. Dus je ja. denkt dat dat normaal is. Ja. Terwijl als je dan buiten die gated community van het Korps Mariniers komt, dan begin je pas te zien. Ja, maar dat is echt niet normaal. Nee, dat was niet heel niet normaal. Nee. Nee. Het is gewoon wereld, wereldtopatleten allemaal op een hoopje. Die ook nog eens heel veel bier drinken. Ja, oh, die dat het oh, tot op 6 cracker, uur... Op uh, en dan uh, op één uur slaap. <laughs> ja, over mindset gesproken. Maar ja, waar wou ook nog heen met dit. Joh? Ja, dat is bizar. Want je bent al Marinier. Dus dan ben je. je kijk, de Mariniers is al. Je bent al gekeurd uit een select. Uit een gezelschap genaamd de burgermaatschappij. Dan gaan dan een, gezek, een, ge, zo, een select clubje lui, die willen bij het korps. Of een andere defensie onderdeel. Maar we hebben het nu natuurlijk even over het korps. Um, daar wordt een heel klein clubje, wordt daar mariniër van. Of tenminste, die wordt gekeurd. Daar wordt een clubje, wordt marinier Dus dan ben je marinier Maar dan ben je één van de mariniers toch? Ja. Dus dan ben je ineens niet meer bijzonder. Maar je bent gewoon één van de. Dus hoe ga je dan weer bijzonder worden? Dus David Gorkin zegt dat mooi. Uh, to be uncommon amongst uncommon people. Dus dan ben je marinier dan denk je, oké, okay, ik ga me specialiseren. Ik ga een opleiding doen. Maar ja, dan word je kickfasman of bbe'er of weet ik wat allemaal. Dan ben je dat. Dan ben je weer een van die. Dus dan ben je weer gewoon normaal. In dat clubje mensen. Ja. Dus hoe ga je dan? Dus als je dan in dat wereldje uh, raar gevonden kunt worden. Dan ben je uncommon amongst uncommon people. Ja. Ja, moet je, heb jij dan ook het idee dat je dan ook dat spel elke keer speelt? Om, 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 om weer... Ja, om weer... Ben je dan bezig om jezelf te worden of ben je bezig om te winnen van anderen? Wat is die dynamiek die bij jou werkte? Hoe, wat, als je kijkt naar mm. jouw gedrevenheid, want je noemde al, ja, ik ben eigenlijk onzeker, dus waarschijnlijk ben je bezig om een soort van jezelf te bewijzen dat je het wel kan, iets in die, die trant. Um. Wat werkte voor jou om, om die onmenselijke dingen neer te zetten? En je doet nu nog steeds allerlei uh, fysieke dingen, natuurlijk, dus jij bent mm. er nog steeds heel erg mee bezig. Heb je, heb je voor jezelf helder wat de dynamiek van jou is die jou drijft naar de top? Nee. Um, wat ik wel weet is dat ik door die onzekerheid, dat is juist wat mij kracht geeft, omdat ik niet wil falen. En um, um, kijk, dit is, dit, is, dit is echt een wereld met, met, met haantjes hè. En zeker Sea uh, squad van Marshoff, dat zijn wat je zegt, allemaal kikkers en ML's. Dus dat zijn allemaal fysiek onsterfelijke lui, maar ook uh, slimme lui. Dat zijn toch allemaal een beetje de, de bepaalde lui die daar naartoe trekken. Ook gekkies. <laughs> uh, gek in de goede zin van het woord, ja, natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, op pad kunnen sturen voor onmogelijke dingen. Um, maar ook fysiek, hard, hard werken, hard ontspannen. <clears throat> en ook scherp altijd. Verbaal, naar elkaar toe, iedereen. Pap, weet je wel, dat is de waarheid. Uh, Wat lekker. Die kettingzaag staat altijd aan. Ja. Als je een lettergreepje fout zegt, dan uh, gaat die kettingzaag aan. <laughs> oh ja, geslagen met enkels. Ja, dat weet jij natuurlijk helemaal. Jij bent officier geweest binnen die club. Dus dat is helemaal vervelend. Want dan heb je en. Van bovenaf kreeg je eigen lul, als jong luitenantje. En ook al die kut onderofficieren die, die jou eventjes gingen vertellen wat jij fout deed. Ja. Tenminste, dat gebeurde bij C-Squad wel in ieder geval. Uh, ja, het, dat is, dat is, uh, overal is dat hetzelfde. Ja. Dus je, en het, dat wordt ook next level in de zin van bij de infanterie mm -hmm. heb je natuurlijk baasjes rondlopen, ja. maar de baasjes worden ook steeds grotere baasjes. Dus je moet daarin ook steeds sterker staan eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. En mijn drijfveer dus in alle opleidingen, maar ook bij de bij de eenheid, als ik dan bij we zijn nu een heel stuk geskipt. Hè? we zijn heel het infanterie stuk zijn ja, geskipt. Ja, ja. Okay. Maar je, je mag nog een keer terugkomen, dat weet ja. je. Oké, okay, gelukkig. <laughs> ja, we kunnen. We kunnen re rest we, het komt goed. Oké, okay, top. Ik ben mega gestructureerd in mijn hoofd. Dus ja. dit is een oh, kortsluiting. Ja, listen, van, je een, van, uh, vap, vap, ja, ben je, ben je OCD? Uh, ik ben behoorlijk, ja. Ik ben echt ja een, je moet ja. echt af, iets afmaken. Dat... Nou, ik, heb, ik, ben wel al, ik ben echt mega gestructureerd met alles. Oh, ja. Ja. Grappig. En als totaal niet gestructureerd. Nee. <laughs> Ik moest ook ik lachen net. Dus dat ik die tafel, ik moest het tafeltje in elkaar draaien. Dus dat? Dennis zat hier op de bank. En ik zat er als een, zoals een officier dat dan doet, hè, die, die, die zit altijd er een eentje in elkaar te draaien. en Zegt nou, zit hij dan, hè, officiertje, een eentje in elkaar te draaien? Ja. Moet, moet ik je even helpen? Ja, precies. Dan lachen. Dat, ja. dat mis ik wel, die humor. Ja. Ja, ik ook. Daarom doe ik het nu even. Ja. Maar, nee, nee, maar loop, loop vooral eventjes door die... Uh, ja. Maak eerst even gedrevenheid af ja, en dan ja, loop ik ja. even door die infanterie tijd heen. Dus mijn onzekerheid, dat maakt mij dus dat ik wil presteren. Dus ook fysiek, want ik wil niet dat ik faal. Snap je? Ja. Zodat anderen dat kunnen zeggen over mij of tegen mij ook. Dus ik was gewoon constant bang voor um, uh, dan negatieve iets. Of dat mensen negatief naar me zouden kijken binnen zo'n club. Dus constant bewijzingsdrang. Goed, goed, zoek naar goedkeuring ik je, dat is ook meegemeen met bier drinken en dat soort dingen toen ik eigenlijk nooit echt zin had om bier te drinken maar wel het superleuk vindt om bier te drinken en zo maar daarna de dag daarna voel ik mezelf in een low life verschrikkelijk zat. dat vond ja. ik, vond, had ik wel moeite maar met, ik had wel maar... druk ik voelde wel die druk zeg maar altijd ja. maar aan de andere kant uh, was ik wel zorgde ik er gewoon voor ik wilde geen bijzonderheden hebben fysiek niet met dingen niet en als ik dat wel had dan heb ik daar last van mentaal omdat dan krijg ik de waarheid aangehoord van lui die verbaal sterker waren dan ik want ik was best wel jong ook <coughs> als kickvolsman mentaal dan klein Geestelijk jonger, zeg maar. Uh, en dan, dan wordt er best wel over je heen gelopen, natuurlijk, door de verbaal sterkere lui. Maar sommige van die verbaal sterkere lui waren fysiek dusdanig minder capabel. die ook fysiek dingen gewoon niet konden, weet je wel? Zoals uh, een laddertje niet in inkomen bij een doelschip of zoiets. Maar zo zelfverzekerd zijn in hun zijn als persoon dat. Dat die dat, dat gewoon volledig naast zich neerleggen, weet je wel, de commentaar erop of weet ik veel het allemaal. Ik denk, wow, maar dat kan ik dus niet. Ik moet dat laddertje in. Ja. En als ik zou falen, dan zou ik ten eerste mezelf niet eens kunnen aankijken. Maar ook het commentaar van alle mensen om me heen, dat zou ik, uh, dat zou ik heel vervelend vinden. Dus ja dat is zeker wel een drijfveer voor mij uh, om dat stukje in ieder geval op orde te hebben waar ik wel controle over heb. Ja, interessant. Ja. Ik, spreek ook, ik spreek heel veel live, dus ik krijg heel erg goed inzicht in hoe de dingen nu lopen, ook bij de specialere clubjes. Dat is handig dit man. Oh. Lekker een nou, setup. Even, even uitproberen in een nieuwe setup. Mm. Lekker drink lekker. Lekker. <laughs> ik kan er. lekker. Zo kunnen we bewegen. Ja. <coughs> maar die dynamiek die jij net vertelt, is heel interessant. Want ik krijg dat ook nog wel eens terug. Wat gekke is, is dat de live die mentaal of uh, communicatief sterker zijn, ja. die winnen het ook in de debrief. Ja. Dus, ja maar dat, dat is een, een ding wat je niet kan onderschatten. Want daar kan je dus ook de waarheid verdraaien. Waardoor je dus eigenlijk elke keer. Ja, toch die dynamiek en die, en die druk daar tijdens die debrief. Dat is echt, een, echt wel een dingetje waar je als leider. Als we als leiders luisteren. Ik denk niet dat we leiders luisteren die die kant uit gaan, wellicht wel. Maar. Als ik mezelf iets zou kunnen vertellen, is daar moet je echt scherp op zijn. Wat mm -hmm. gebeurt er nou echt in een debrief? En wie zijn nou de communicatief sterke en wie zijn de stille? Ja. en wat gebeurt, waarom, waarom is dat zo? Want dat is toch wel een, uh, ja. een valkuil, omdat de communicatief sterke laai die worden vaak vertrouwd en gedragen ze puntje bepaaltje eerder door de mand zullen vallen dan, ja, weet je, dan andere laaien ja. ligt. Dat is grappig. Daar heb ik natuurlijk nooit zo over nagedacht. Want ik was operator, um, dus ik ben geen teamleider geweest. Of uh, PC. Nee. Nou, maar dat is, dat is gewoon iets wat hem me opkwam. Ja. Dat, dat laatste ook teruggekregen van iemand anders. Uh, weet je, dat, dat, dat soort dynamieken. Mm -hmm. Ja, dat ja, is inderdaad. toch interessant. Maar, maar in principe was het voor jou dus een manier om uh, nog meer te exceleren op je fysieke kracht. Want dat, want dat is natuurlijk. Uh, ja, het is wel zo als je de 10 kilometer onder de 35 loopt, dan ben je een goede vent. Dat, 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 dat heerst nog steeds wel een beetje in die zin. Dus, 40. Niet overdrijven, Mark. Onder de 40. Nou, ja, allemaal de 40 deed iedereen toch? Ja. Ja. 40. Toch? ja dat is wel. Ja, ja ik liep bij mijn toptijd ook 38. Ja. Zo langzaam? Want je steentje in je schoen. Ja, precies. Ja, ja dat, bedoel, dat doe je toch niet echt mee als je als je onder de 40 loopt. Nee. niet met echte top 38 inderdaad was dan de, de grens. Daaronder, daaronder was je echt 138. Uh, ja, ja, was, ja. was ik net niet echt op. Het slaat nergens op, toch? Ja. Ofwel het zijn gewoon. Ja, als je als vanuit het Atlantiek oogpunt is het niet snel, maar gewoon. luid die hard lopen, is het gewoon echt fucking snel. Ja, Om... Om, omdat je natuurlijk ook alles moet kunnen. Je moet en, uh, ja. en dat laddertje op met, uh, met al je bepakkingen en alles op. En, aan. en je moet uh, kunnen, kunnen zwemmen. En je moet uh, 200 kilometer kunnen kajakken. En ja. je moet uh, die 10 kilometer kunnen lopen. Ja, ja mooi hè? Ja, dat, dat, is, dat is het geweldig. Want ik... Ik vind het ook wel grappig die uitspraak van de Master of All Trades. Als je die hele uitspraak eigenlijk kijkt, dan is het eigenlijk, dat, dat, is, dat omschrijft eigenlijk een marinier. van je ja. bent een Master of All, uh, ja. Jack of All Trades is het ja. geloof ik. Hè? Ja. Um, je moet van alles een beetje kunnen. Ja, je bent eigenlijk op alles, ben je gewoon een 8,5 of een 9. Dus ja. een 10, maar dat is lastig. Ja. Dat vinden we vooral zelf, dat we ja. een 10 zijn. Dat we dat, <laughs> dat, we, ja, of dat, we dat moeten zijn. Ja. ja, precies. Zo word je ook een beetje opgevoed natuurlijk in die Rotterdam. Ja, ja neem ons en dat is een mooi bruggetje naar neem als mee dan jij, want jij was dus heel jong jij was 18 of zo 17. 17, 17, ja, 17. Dan, kom je dus, dan ben je echt een broekie je komt uit ja. uh, uit een, Groningen. Uh, uit Groningen met een vader die uh, waarschijnlijk best wel hard was en uh, jou... nou, mijn vader heb ook zijn verleden maar uh, is vanuit zijn jeugd <coughs> die heeft dat ge, die heeft dat zeg maar gekanaliseerd naar sport sorry ik onderbrak je, je nog nee, ja, zoet. Ja. Uh, ik ging ook wel eens met mijn vader mee hardlopen trouwens. Dus dan deed ik mijn moeder zijn Nikes aan. Want mijn vader had Nikes gekocht voor mijn moeder. En daar zei hij dan natuurlijk niet had uh, hardlopen. Dus dan paste ik haar Nikes nog. Dat was maatje 38 37. En dan liep die me helemaal in stront. <tossimus> <tossimus> maar in ieder geval. <tossimus> zo, bij het korps. Um, ja, EVO Rotterdam. 17 jaar oud. Echt een, een jong gastje. Perfect natuurlijk. Want dat is, dat is het beste wat je kunt doen. Gelijk als, gewoon als jochie nog... Uh, gewoon alles kunnen absorberen, weet je wel. Ja, ik heb dat anders beleefd. Ik werd opa genoemd. Dus ik was ja. onder de officieren was ik oud. In de zin ja. van, ik was 22. Ja. <laughs> ik weet niet of ik het... Ik denk niet dat ik het gefixt had als ik 18 was. Fysiek nee. was ik nog niet vergroeid genoeg. Nee. Nog niet sterk genoeg. Ik, was, ik had mentaal nog nog wel die, die wijsheid nodig die ik in de jaren heb opgedaan in de zin van ja. rondreizen en wat meer mm. uh, mijn ogenkleppen af. Ja, een potem is anders dan een mariniers. Ja, ja. ja, Dus Het EVO is dus natuurlijk gewoon, je, je wordt opgeleid tot uh, doc en jij wordt opgeleid tot uh, leidinggevende. Ja van, van eigenwijze onderofficieren en mariniers, dus ja. Ja, dan is het misschien wel handig als je wat meer levenservaring. Dat is handig dat je wat ouder bent. Ja. Maar ik was 17, dus um, het mooie van 17 zijn en naar het korps gaan is dat je alles gelooft wat de kopperaal zegt en dat is zand. weet je wel? Dat is gewoon de waarheid dat, dat, is gewoon jouw wereldje, meer niet. Dus als je al in hebt gewerkt, als weet ik veel allemaal, je bent 22 en je gaat dan de mariniersopleiding doen, ja, dan heb je al een mening gevormd, weet je wel? Dus, ja. dan, dan heb je al een mening, want dan word je namelijk afgesnauwd door de corporaal die net zo oud is als jij. Nu was corporaal God. <tus> en hij was ook BBE'er, dus hij was zeg maar God plus, en de sergeant was een uh, commando en uh, kikker, dus, uh, <laughs> uh, uh, dus bij, daar, de, de corporaal is degene die jou uh, de corporaal voort, is hè? degene, ja precies, dus, um, dus nee, dat was echt super. Um, dus de EVO, toen was ik, ik had alleen maar bijzonderheden de eerste paar weken, en ik was alleen maar corporaal, corporaal, wanneer gaan we in de corporaal, wanneer gaan we dit, weet je wel? En ik was echt nog dat 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 eager jongetje. en daar werd er helemaal schaatsziek van en ik had alleen maar bijzonderheden. Dus, uh, dus... Wat betekent dat bijzonderheden voor de mensen die dat niet snappen? <laughs> ups ik Deed dingen fout. Gewoon. Foutjes. Ik maakte fouten op de kazerne de eerste twee weken. Dus toen werd ik heel onzeker. Dus ik, had ook een beetje, ik zat een beetje onderaan in de groep qua hiërarchie dan. Weet je wel. Want ik had dus de meeste bijzonderheden. En ik was ook nog jong, 17. Heb je die externe validatie nodig met die onzekerheid? Heb je echt nodig van dat iemand zegt dat, het, dat je het goed doet? Of, of kan je, heb je er genoeg nee, aan nee, als je nee, zelf nee. ziet dat het nee, goed dat, gaat? Nee, dat zie ik wel. Ja. Dat voel je. Dus uh, toen gingen we het veld in, bivak 1. Toen floreerde ik. Het eerste was ik niet moe te krijgen. Dus uh, ik, vond al, ik vond namelijk alles nog mooi toen, weet je wel. Dus ook s'nachts eruit en niet slapen en alleen maar fysiek. Dat vond ik allemaal mooi. Dat is lekker als je alles mooi vindt, dan ben je dus ook niet zielig. <lacht> <Ja>. <lacht> Als je niet zielig bent mentaal, dan heb je ook geen zelfmedelijden en dan kun je dus doorgaan, weet je wel. En dan zeker als je ook fysiek ineens vooraan gaat lopen, dan uh, kom je op een soort roze wolk. En ik weet nog goed, toen was het op donderdagavond, hadden we weer een fuck-up gemaakt. Het werden we eruit getrokken door de corporaal en toen ging hij ons biesten. Maar op een duur ging hij ons zo hard biesten dat ik zat, ik had alleen maar zicht op zijn hakken. Zij ging omhoog naar beneden op die zandheuvels in Oorschot. En ik, ja, ik had de rest helemaal niet meer in de gaten. Ik was echt puur met mezelf bezig en zijn hakken. <laughs> en toen stopte hij op de deur, en toen keken we achterop. Oh, sorry, Keken we achterom. En toen was ik de enige nog. De rest was allemaal weg. Ze zei goede zaak ook. <laughs> <laughs> ja, dat... ja en dat gaf mij natuurlijk zo'n boost. En toen op vrijdag terug in de bus, toen uh, zeek die heel de klas af en ik kreeg een soort pluim in mijn reet. <laughs> en toen was de toon natuurlijk gezet, toen was de hiërarchie even zzz, veranderd in uh, de klas. Um, ook in mijn hoofd. Ja, want ik leg eens uit wat. Ja, dat hebben we natuurlijk al een beetje gedaan. Dat fysieke is mm. gewoon zo grappig. Dit is echt de eerste keer in 21 jaar dat ik hier weer aan terugdenk, zo'n beetje. Ja, dat is toch mooi. Ja, dat het ja. nu zo weer naar boven komt drijven. Denk je van tevoren ga ik, oh, ik wil dit zeggen tijdens die podcast en dit. Ik wil, misschien gaan we het hier wel over hebben en dan. Nu komt er ineens een heel ander, heel ja. wazig. Ja. Ja, maakt niet uit. Ergens. Maar dat is het zaadje wat er geplant is van hey, fucking hell, als ja, als ik fysiek gewoon blijf knallen. Ja ja dus fysiek uh, wist ik toen van oké okay, ik ben eigenlijk gewoon uh, sterk en fit ja en dan word je mentaal natuurlijk ook scherper en dan verandert de dynamiek in de groep ook dus dan kun je ook meer dingen doen en zo toen ging eigenlijk die EVO uh, vanaf toen best wel uh, gewoon lekker en dat was ja, want, leg ook <coughs> eens uit hè want, want je zegt altijd van ja de laatste was, was, zat ik met Remy Bojaski en die zei dat heel mooi die zei van we hadden het over vechters, hè? over de vechtersmentaliteit in de kooi, uit de kooi. Hij zegt, ja, je hebt, um, hoe noem je dat, uh, ja, matvechters eigenlijk. Dus, hoe zeg je dat, de, de, de judo, de dojo, je hebt dojo vechters. Oh ja. En je hebt vechters Oh, je hebt trainen, trainen en echt vechten. Nou, je hebt natuurlijk laai die doen het supergoed in de dojo. Ja. Uh, die, zijn, die floreren daar echt. En je mm -hmm. hebt laai die komen echt naar voren op het moment dat het gevecht aangaat. Ja. En het, die vergelijking maak ik vanwege binnen het korps heb je eigenlijk, je hebt goede, je hebt goede mariniers op de kazerne. Ja, ook kazernetijgers. Ja, ja, en, ja. Je hebt, en je hebt goede mariniers in het veld. Ja. En wat, wat ik in jouw verhaal hoor is van ja, weet je, uiteindelijk in het veld kwam je, je boven drijven. Ja. En daar ontstaat, naast het fysieke, ontstaat daar een enorm respect voor. Voor de ja. lui die, het, die het buiten in het veld, als iedereen zierig is, het goed blijven doen. Ja. Dat, dat, dat valt op. Precies. ja. Dus, toen, ja. dus ja, Het is leuk dat je je schoenen kan poetsen op tijd. En dat je uh, je donshaartjes eraf geschoren hebt op de kazerne. <laughs> ja. En dat je je onderbroekje goed hebt opgevouwen. Maar het gaat er uiteindelijk om wat er in het veld gebeurt natuurlijk. <laughs> dus toen na week één in veld was het inderdaad de, de trend gezet van nou ja, dit is natuurlijk wel waar het om gaat, marinier worden. Dus niet uh, je kleding opvouwen in de kast. Uh... <laughs> Trouwens, ik was zo'n. Ik ben natuurlijk, wat ik zei, OCD. Mijn, mijn kledingkast werd als voorbeeld gebracht. <Dat was wel, lacht> ja. Zo was wel top. <laughs> Even een side note. Even alles. Uh... Ja. Nog even een kleine fast forward naar Afghanistan, trouwens. Over wat je zegt over veldtijgers en kazernetijgers. Je hoort natuurlijk allemaal van die verhalen over. Uh, um, je kan nog zo'n grote, sterke vent zijn. En wacht maar tot je onder vuur ligt. En dat, dan, echt, dan, wordt echt, dan zie je echt waarvan je gemaakt bent. Dus ik weet natuurlijk van mezelf: oké, okay, ik ben groot. Ik zit vol met inkt. Ik ben fysiek sterk. Het zal toch niet zo zijn dat ik dan een van die gasten ben die dan als het eerste schot wordt gelost, dat ik dan als Een Bambi achter het voertuig gaan zitten, weet je wel, of uh, weet ik wat allemaal. Dus ik weet nog in Afghanistan, er was wel een angst voor de onzekerheid. Dus ik kwam in Afghanistan voor de eerste keer vuurcontact en toen herinnerde ik me nog precies dat ik een overladen werd met blijdschap en en uh, dat ik het mega vond wat er gebeurde. en toen had ik echt zo, yes, ik ben een warrior. <lacht> <lacht> eindelijk, heb eindelijk, ik... yes. Ik, ik, ik ben niet bang, ik ben geen Bambi. <laughs> ik vind het mooi. Oké, okay, en weer terug in de tijd. <laughs> Rotterdam. Ja, maar, dat, maar dat, dat is. Ik herken dat heel erg. Dat, dat leefde zo erg. Ik, ik was op, zelfs op een gegeven moment met zo'n eenheid van de Landmacht mee. En toen merkte ik, die zat aan het eind van een term en die hadden nog geen tik gehad. De tik is een toepassing ja. contact voor de mensen die luisteren. Je voelt gewoon die druk van mensen die dan inderdaad dat, dat, dat gevoel van je doet pas echt mee als je dan in contact ja. bent. En het grappige is, ook daarna. Heeft dat ook weer een overtreffende trap. En die overtreffende trap houdt natuurlijk nooit op. Nee. Het maakt niet uit wat je uiteindelijk gedaan hebt. Er is altijd wel één ja. iemand die nog meer een legende is dan dat jij ja, ooit geweest ja, bent. Ja. ja, wat heb jij allemaal meegemaakt? Ja. Heb oh. ja, ik ja, iemand ons... doodgeschoten of niet? Ja, <laughs> ja. ja dus, dus dat uh, ja. Ja. Nee, dat is mooi inderdaad. Of mooi eigenlijk niet, maar het houdt nooit op. Er is altijd een baas boven baas. Ja. En waar stopt het dan in je hoofd? Weet je wel, wanneer ben je een keer tevreden? Nee, dat dat proces. Zit je dat? De dus dat, dat proces, ga je, ga je nu aan beginnen? Ja, Wanneer ben je keer genoeg? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dat proces zit ik inderdaad midden in. Uh, Evo, gehad ja. Evo, dat ging goed ja. toen oh. naar de infanterie, naar de dertiende. Uh, dan kom je natuurlijk Rotterdam, dan weet je EVO uh, ging goed, ik ben sterk, ik, ben, uh, ik heb het gehaald. Maar dan hoor je, je bent natuurlijk in Rotterdam, uh, word je dood gegooid met uh, one-liners als zijnde. Moet je in Doorn doen, moet je in Noorwegen doen, dan loop je binnen een week rond met twee blauwe kijkers. Allemaal van dat soort uh, tienersuitspraken van uh, de um, En dan kom je in Doorn en dan denk je dat je in een soort broednest van godenzonen terechtkomt, want Doorn is het walhalla van het korps. Daar lopen de operationele mariniers, lopen daar. Ja, dat gevoel ken ik ook, want ik zat dan in Den Helder en dan was het, oh we moeten stage gaan lopen in Doorn ja, nou. Ja, oh. daar kom je, dan kom je bij een partij, legendarische lui, en dan kom je in Doorn. Um, ja, en toen gingen we voor het eerst draven. Dat is dus hardlopen, voor de luisteraars. Maandagochtend. Maandagochtend draven. Rondje bouwland. Ja. En uh, ja, ik liep dus al redelijk vooraan. Dus ik denk, oh, is dit het? Ja, zo fit zijn die lui helemaal niet, weet je wel. Dus uh, dat was al top. Maar je moet wel vooral gewoon je muil houden natuurlijk in het begin. Want dat zijn dan uh, de oude poepjongens. Dat is nu trouwens totaal anders geworden. Uh, tegenwoordig heeft iedereen een grote bek. Um, ja, is dat, ja, dat zal wel. Ja. ja, vroeger was dat wel anders. En dan, toen ik net in dienst kwam, waarschijnlijk zeiden de oude lui toen ook nog dat wij een grote bek hadden. En de lui van toen vroeger, zeg maar. Hè, dat waren, want iedereen heeft natuurlijk zogenaamd de zwaarste opleiding gehad. En vroeger was alles veel zwaarder en kutter. Dus ik was waarschijnlijk twintig jaar geleden een van die nieuwe lui. Um, Met een grote bek. Met een grote bek ten opzichte van de lui daarvoor twintig jaar geleden. Dus dit zeggende lijkt ik gewoon een soort oude lul aan het worden. Van ja, vroeger dit, vroeger dat. Dan heb ik een nieuw slits. <laughs> dat ben je ook. <laughs> Dank, je. Dank je. wel. Ik ben gisteren nog naar de kapper geweest om een <laughs> jong bekje te krijgen. <laughs> ja, dat is niet... Maar um, nee, dat was fysiek uh, ja, toch weer die bewijzingsdrang, weet je wel. Ja. ja toen gingen we naar Irak. Vrij snel, vrij snel toen ik in Doorn kwam. Ik heb echt mijn looppad binnen het korps, was echt, ik ben echt in een, ja, ik heb echt een droomcarrière gehad eigenlijk. Hetzelfde als Teun. <clears throat> Teun zat die twee weken geleden. Of de, voor de... Ja, nou, team. eerder al. Ja, het is al een tijdje geleden, maar... <laughs> ja, precies. Twee maanden geleden. Um, oh ja, we gingen naar Irak. Best wel binnen een jaar al, nadat ik in Doorn zat. Dus het was echt top. Ja. s 4 1 2003. Of 4, ik weet het niet eens meer. 2003, ja. Juli tot november. s 4 1 was dat. Dat is echt top. Ja, was dat spannend voor je? Was dat een nee. vreugdsprongetje? Ja, ja. Voerde je spanning? Of was dat gewoon? Uh... Nee, dat was top. Ja, ja dat was echt. Daar, daar doe je het voor natuurlijk. Ja. En dan gelijk op je negentiende naar een oorlogsgebied te mogen. Dat was echt uh, geniaal. Maar leg leg dat eens uit aan mensen die dat niet begrijpen. Van waarom is dat geniaal? Ja, ik snap van ja, je wordt ervoor getraind en zo. Nou, dat precies. Maar dat. mensen denken, kijk, de buitenwereld wil natuurlijk altijd een soort ja. van. Opleggen bijna dat je het voor een vaderland doet. En ja. ik krijg natuurlijk ook heel veel uh, comments. Van allemaal die anti-regering zijn sinds corona, dat wordt steeds erger. Mm -hmm. En die, die projecteren altijd dat gevoel. Ja. alsof jij een of andere pion bent. Dus ja, klopt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik ben inderdaad al, misschien een pion en uh, dat, dat de politieke belangen, uh, kun je dan je vraagtekens bij zetten. Maar um, ik heb even goed, uh, de fans of de overheid gebruikt. Uh, als mijn pion, want uh, ja, ik heb de overheid uitgebuit om al deze mooie avonturen te mogen beleven. waar nu uh, volwassen mannen van dromen. Zeg maar daarom gaan ze videospelletjes spelen, en uh, paintballen en lasergamen <coughs> of competitief sporten om een bepaald onbeantwoord uh, uh, onbeantwoorde iets te beantwoorden. In, in hun, dus ik heb allemaal super, super vette dingen gedaan binnen Defensie. Dus ja, ik heb Defensie even goed gebruikt als Defensie mij gebruikt heeft, dus. Voor jouw hero's journey, jouw <coughs> eigen hero's journey, het, het volbrengen van ja. Uh, ja, de, de potentie die je ja. in jezelf voelt. Ja, dus, dus naar Irak gaan, of welke uitzending dan ook, heb ik niet ervaren als zijnde van nou, nu ga ik even bijdragen aan een hoog goed of zoiets, dat is gewoon puur één uh, um, groot avontuur zeg maar. Mooie dingen doen. met Mooie dingen doen, ja, zeker Afghanistan, dat is natuurlijk gewoon uh, een speeltuin voor volwassen mensen, maar dan met een beperkte set regels. <laughs> ja. Ja. Dus Irak, ik was 19 En dat was, ja, dat was natuurlijk fantastisch Zeker omdat we ook binnenkwamen als eerste We losten de Amerikanen af en we hadden helemaal niks Dus we lagen op zo'n een of ander oud voetbalstadion onder, onder het voetbalstadion Geen airco, toen had je nog geen smartphones en internet En, en, en dat soort dingetjes Dus we mochten 10 minuten per week naar huis bellen Met een satelliettelefoon Dan moest je zo'n bellijst invullen Je kon één keer per week een mailtje versturen Via de verbindingsdienst Moest je een floppy disk aanleveren voor de mensen die uh, onder de dertig zijn, schat ik zo in, een floppy disk is een soort USB stick, <laughs> en dan heel groot en maar dan heel groot en plat, en dan had je één MB onderin. Ja. Dus kon je een e-mailtje versturen, of het kon dagelijks of wekelijks, volgens mij dagelijks. Ja, ja. en dan verstuurde de verbindingsdienst, verstuurde dat dan, en dan kreeg je de dag daarna of zo, kreeg je weer reactie uitgeprint en dan dichtgevouwen. Dat was dan uh, privé. Geen airco, dus het was 50, 60 graden overdag. S'nachts was het een graadje of 30, 35. Dus je kon eigenlijk alleen slapen tussen, tussen drie en vijf, zo'n beetje, s'nachts. Want de rest van de tijd uh, zweet je je stretch eruit, zeg maar, of af. En we draaiden toen vier dagen cyclussen. Dus drie pelotons. Eén peloton, vier dagen wachtlopen. Andere peloton, vier dagen... Um, Convoybegeleiding en QRF, en de, en de derde peloton deed patrouilles vier dagen lang, en dat roleerde zeg maar zo vier, vijf maanden lang. En als je wacht liep, dan liep je dus twee op vier af <laughs> vier dagen lang, dus dat twee uur wachtlopen, vier uur rust. Wat betekent wachtlopen? Wachtlopen is dat jij het kamp bewaakt, zeg maar. Dus dat je op de wachttoren, je had een paar wachttorens met machinegeweer erbij, en dan had je gewoon de uitkijk. Dus twee uur op, vier uur af, vier dagen lang. Dat is best wel zuur. En als je dan ook nog de wacht s'nachts had, van twee tot vier, dan had je dus één uur slaap <laughs> per dag. Ja. Um, douches hadden we ook niet. We hadden zeg maar één waterleiding. Die wat was afgetapt vanaf de wal, vanaf buiten het kamp. Buiten het voetbalstadion. Daar konden we dan. Um, kon je één minuut per dag douchen. Dus de drill was dan de, de navy shower. Twintig seconden nat maken douche uit, zepen, 40 seconden afspoelen. Um, WC's waren van hout, het waren echt nog, ik was nog. Ik had nog uh, Tour of Duty gezien, die serie van de Vietnam-oorlog. Scheid verbranden. Ja, precies. Dus uh, dat vond ik echt, echt top, jongen, dat ik dat zelf nu mocht, uh, mocht meemaken, weet je wel. <laughs> dat je op zo'n houten ding mocht gaan zitten kakken. Maar je moest eerst van tevoren in een buis pissen. Want je mocht niet in die bakken uh, pissen. Want dan kon je na, daarna je het scheid verbanden. niet verbranden, weet je wel. Dus, en dan had je dus elke dag had je dat de, de vuilploeg. <coughs> die dat roleerde ook. Ja, en die moesten ook die stronten en dan onder, de, onder die latrines vandaan trekken. Diesel erin en uh, uh, aansteken, en dan dat gaan roeren, een soort soep ja. totdat het zeg maar uh, verteerd was. Dat heb ik in Afghanistan? In die FOPS moesten dat ook doen als, als de winter verkeerd stond, dan zat je ernaar oh, een bakje ja? te doen, en dan lekker uh, geurtje. Nee. Je, je, <laughs> je eigen brand ja. scheidde. Zat je ja, het eten was ook echt slecht, jongen? We hadden echt um, de zonne veldtent met een veldkeuken, en we kregen gewoon blik die werden opgewarmd. Dus we hebben echt uh, twee maanden aan de rantsoen gezeten, en op een duur werd het 90 graden in die kooktent, dus kregen, mochten ze. De koks mochten niet meer koken, want het was te heet. Dus toen kregen we tussen de middag crackers of iets. Ja, dus eigenlijk, het, het was echt mega bar. Bar en bar slecht. Um, maar wel echt goud. Wat hadden we nou nog meer, ja? was, Wat was nog meer zo verschrikkelijk? Het was was, was huh? het niet ook die locatie die later bleek dat er allerlei stralingen waren? Of was dat Oh, andere? dat weet ik niet. Het zou best kunnen. <laughs> Misschien dat je vandaar dat je licht geeft. <laughs> <laughs> ja, en... en um, Oh ja, iedereen zat natuurlijk uh, aan de diarree. Um, volgens mij was het een derde van heel het bataljon was uitgeschakeld over drie locaties oh, ja. vanwege uh, ziekte. Ze tot aan lui aan het infuus aan toe, weet je wel? Gewoon allemaal aan de scheid. Dat was één grote epic was het. Ja. Maar goed, ik was dus, ja, ik was, het was echt fantastisch. En toen, <laughs> ik vond alles mooi. Ik was max aan het trainen ook, want ik was max aan het roken ook nog. Toen rookte ik gewoon twee pakjes per dag. Je sliep dan twee uurtjes per dag. Um, alles was zo heerlijk rauw. En ik was een jong gastje. En ik zat echt in mijn Jezus-fase. Alles was fantastisch. Ik was de beste op aarde. Ik was sterk, onsterfelijk. Echt een jar, Jarhead. Uh, ja, echt een Jarhead. Eigenlijk. Juist. Uh, ja, 19-jarig jongetje in Irak, weet je wel. Ja. Um, wat was het operationeel? Een interessante missie voor jou. Ja, zeker. Ja, we deden echt fantastisch leuke dingen. Uh, ja, eens wat je? Uh, het jammer was, ik, ik geloofde toen echt nog dat we gingen knokken. Maar die Amerikanen hadden natuurlijk alles al gedaan. Dus elke dag dat we de poort uit gingen, dacht ik: Oh, misschien gaat het nu wel gebeuren. Misschien gaan we nu wel vechten. Maar dat ging nooit. Daar ging het nooit op uit. Maar. Uh, of dat, daar draaide het nooit op uit. <kliek> um, maar we gingen wel met helis en dan met. Apart, die Chinook's en dan met de peloton. Dan zetten de PC. Dat was een soort cowboy. Die baalde gewoon: hey, We pakken dat huisje wel. Dan zetten we gewoon een ding neer. Zuiveren we gewoon het huis. Weet je wel. <laughs> ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Er uh, wonen gewoon mensen. En nu kijk ik daar zo naar van ja, wat we toen deden was misschien niet uh, ja. om ons eigen ego misschien te strelen in ons eigen um, bestaansrecht. Ja, bestaansrecht of ons eigen cowboyboek uh, uh, te kunnen afvinken. Ja. Um, als je krijgt daar oordelen over, hè, dat snap je wel. Mensen luisteren je naar. Oh, ja. dus mensen vinden daar allemaal wat van. Oh, ja. Mensen oh, ja. vinden jou natuurlijk een moordenaar en een mafkees. En... Ja, ga ik daar commentaar op krijgen? Ja, 100%. Mm, maar we hebben daar niks, we hebben geen vuurcontact gehad, dus dat scheelt <laughs> We hebben niemand vermoord daar. Ja. Nee. nee, maar ik geef je alvast af, uh, een soort van uh, die beeldvorming. En, mm. uh, de, hoe de buitenwereld daarnaar kijkt, die, die, mm. die, die zien natuurlijk helemaal naar andere mafkees. Die oh, willen alleen maar vechten, dit en dat. Ja, dat uh, ja, klopt. Ja, nou, daar ben je ook voor gemaakt. Dat, uh, daar zijn we voor gemaakt, inderdaad. We wilden alleen maar vechten. Ja. Dat zijn tevens de lui die ook ervoor zorgen... dat, uh, dat lui dat soort meningen kunnen hebben thuis. Ja, hoe, dat is veilig... huh? uit. Dat we, in een veilige, dat we in een veilige wereld kunnen leven, zeg maar. Dus als er wat gebeurt, dan heb je dat soort lui nodig... die dan de situatie voor mensen oplossen. Zodat iedereen daarna weer een mening kan hebben. Omdat we het dan heel goed hebben met z'n allen. Zo. Ja, want, want, het, want, het, want, het, want het geweld mm -hmm. is uitbesteed... Ja. Zodat mensen een mening Precies. kunnen hebben en het ja. tijd besteedt aan mensen ja. zoals jij. En we zijn altijd op zoek naar conflict. Wij kunnen niet zonder conflict, lijkt het wel. Want als we het goed hebben, dan gaan we wel weer op zoek naar iets waar we ons druk over kunnen maken. En dan dus dat zie je nu natuurlijk ook gebeuren. Ik wil eigenlijk niet over politiek gaan praten en over. Uh... Nou, laten we dat ook niet doen. Nee. Maar goed, je hebt wel natuurlijk een heel mooi rijtje. Uh, um, dat ken je vast wel. Um, hard times create strong men, ja. strong men create good times. Good times create weak man. Weak man create hard times. We zitten nu een beetje in die um, soft times. Uh, soft, uh, um, good times create weak man. En dan die, die daarna. Ja, dus uh, een, uh, weak man create hard times. Een beetje die flow zitten we in. Ja. En iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben. En misschien open ik nu wel echt een beerput. Um, nou van ja, commentaar dit... op mij dan. Omdat ik net zei dat wij huizen gingen binnenvallen in Irak. We hebben niemand geslagen of mishandeld of weet ik wat allemaal. Het was gewoon doorzoeken van op zoek naar wapens, explosieven en illegale praktijken. Dus gewoon eigenlijk politieagent spelen in dat land. Ja, nee, maar dat, ik vind het belangrijk om dat even te noemen. Omdat ik me inmiddels natuurlijk een beetje feeling heb van wat er leeft. Ja. En uh, precies wat jij zegt. Ja, die drijfveer om allemaal die dingen te doen. Maar mm -hmm. alles gaat natuurlijk binnen de regels van... Ja. van, van, van van een, van een oorlog, van een gewapend conflict. Dus die regels Zeker. zijn natuurlijk... Ja. Mensen denken altijd, oh, dat is zo'n zwart-wit. Maar nee. ja, zo'n gebied is gewoon grijs. Ja, precies. En je weet niet waar de vijand zit, weet maar, je wel. Want uh, je draait je om en niemand uh, heeft ineens een wapen. Dat is gewoon guerrilla-oorlogvoering. Dat is het enige wat die lui daar hebben. Want wij hebben geavanceerde wapens, kijkers, munitie, intel, helikopters, vliegtuigen. Die lui hebben niks. Die hebben guerrilla-warfare. Dat is hun strategie. En wij moeten daar dan wat tegen doen. Dus je weet ook niet waar je moet zoeken. Dus ja, dan ga je gewoon dingen bekijken, maar wel met respect voor de mens, want je wil ook de hearts and minds winnen van de bevolking. Dus je kan niet zomaar als een stel cowboys uh, gaan huishouden. <tacht> maar dit ging puur even over het feit dat ik als 19-jarig jongetje daar ineens in een in, uh, um, in oorlogsgebied rondliep. Um, en hoe dat op mij af, hoe dat, uh, hoe dat um, op mij overkwam, ja. daar ging het eigenlijk om natuurlijk. Ik snap, als je nu een fragmentje pakt van alles wat ik net gezegd heb, dat je daar een heel andere uh, uh, context aan kan verbinden. Want dat, dat doet natuurlijk, dat doen mensen. Die knippen dan twee seconden en dan dat is het. Ja. Nou ja, goed, het is wat het is. Nou, maar <laughs> ik... dat, dat, is ook, uh, dat is ook acceptatie. Hè? Ik heb dat ook allemaal door moeten maken in die zin van: er komt op een gegeven moment. Ja. ja, als je gewoon weet waar je voor staat en mm -hmm. wat je doet, en dan. Het maakt ook niet uit als mensen er wat van knippen. Jij weet toch uh, wat de waarheid is. Klopt, dat is waar. Dus ja. uh, vertel eens even wat, wat was überhaupt jullie missie daar? <laughs> weet je dat nog? Um. In, welke, in welke trant zat, 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 zat de operatie setting? <laughs> ja, ik was 19, Mark. Ja, dus, dus jij was echt, echt gewoon. Je liep als een soort. Uh... Ik was gewoon op avontuur. Ja, je was gewoon ja. op pad. Vooibegeleiding. Deed... Dus wat we ook. Dus gewoon deden gewoon patrouilles lopen. Dus uh, kijken of de straten zuiver waren en weet ik veel allemaal. Of er geen vijanden waren. Dus ook de bevolking. Dus wij hielden eigenlijk die stad stabiel van conflict. Um, dus we, bewaard, ja, we bewaarden eigenlijk de vrede in de regio. Een bepaald evenwicht. Bepaald evenwicht. Zero uh, presence. Ja. Jullie zijn zichtbaar. Ja. Jullie... Precies, dus roadblocks inrichten, auto's doorzoeken. Um, met mensen praten, wat leefde binnen de gemeenschap. Maar goed, daar was ik dus niet mee bezig. Um, comfortbegeleiding, dus die brandstof, uh, die dieselwagens of die, ja, die brandstofwagens die dan tankstations gingen bevoorraden. Die gingen wij dan beveiligen, ja. zodat ze niet werden overvallen. Dus we hebben heel veel mensen geholpen ook daar. Um, ja, en de QRF was gewoon de Quick Reaction Force. Dus als er een patrouille van ons, van de andere peloton dan iets had, of er was een of andere opstand, en er moest een Quick Reaction Force op af om te verstevigen, dan gingen die daar dus uh, hun dingetje doen. Ja. Dat was het eigenlijk wel voor mijn beleving van 2003. Dus <laughs> dat is ja. 20 jaar geleden ook. Ja, mooi. Hè? Ja, we moeten ja. eens kijken, 19 jaar, hey, wat de fuck. Ja, ja, Mike was... zo, uh... ja, Mike was toen natuurlijk gewoon bezig met uh, trainen vooral ook, sporten. Lekker warm. Z Lekker warm, maar wel, we hadden dus geen sportschool. Maar wel, die jenken hadden uh, wat in elkaar geflansd. Dus een rekstok, een dipapparaat en dan hadden ze van hun veren waren dan de, 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 de plates om mee te bankdrukken. En dan een as, een wielas was dan de stang. En een bankje hadden ze getimmerd om, om te kunnen bankdrukken. <laughs> Dat is natuurlijk heel belangrijk, bankdrukken. Ja, <laughs> ja gewoon rondjes lopen op het kamp. Die chest moet wel even geprikkeld worden natuurlijk. Uh... <laughs> Ja, en de genie van de landmacht, die hebben toen uiteindelijk een. die waren ondertussen bezig met een kamp opbouwen. ergens een paar kilometer buiten de stad. Echt een legit kamp. Ja, het was echt first in. dat is ook ja. wat, wat de Marines natuurlijk doen. Eh, onder, mm -hmm. onder dat soort omstandigheden gewoon in een van de stadion getrapt worden. Ja, precies. En Dan maar gewoon je ding gaan doen. en dan komt de landmacht en die gaat een kamp bouwen waar de McDonald's kan staan. Ja. Dat is niet kunnen het Ik uh, chargeer een beetje. Even ja. Omdat ik weer allemaal boze mensen heb. Maar, maar dat, is, dat is wel eigenlijk een beetje hoe dat dan gaat. Ja, Die hebben en, echt een mooi kamp gebouwd voor ons. Ja, je bent tijdens de missie overgegaan naar het kamp. Ja, okay, tijdens cool. uh, na twee maanden of zo was het af, het kamp. Ja, dat is echt uh, gewoon, een, ja, gewoon een, een plaat, een vierkant, een postzegel in een zandbak met een uh, tankgracht eromheen en uh, Constantinas. Gewoon zoals je in ouwe, alle ouderwetse oorlogsfilms ziet, zo'n zo kamp. Toen kwamen op de duur de prefabs. Uh, zo hadden we wel airco en toen kwam de wasser. Zo werd de was ook gedaan. Oh ja, die moesten we zelf doen natuurlijk, die eerste twee maanden de was. Dus bleef wel gewoon uh, dat. Oh nee, toen kwamen op de duur ook de prefab douches. Dus we werden elke keer, kwam er weer iets nieuws bij. Iets luxe. Ja. Dus het was echt mooi. Het was elke keer een verwennerij, weet je wel. En dat, dit was helemaal mooi. We kregen toen na twee maanden, kwam er nog een zeecontainer aan. Met nog een plunjebal van ons. Die we in het begin hadden ingeleverd. Die werd toen geleverd. En toen, ik weet nog wel dat ik die plunjezak openmaakte. En toen, oh, ik rook dat jongen. En dat was echt voor het eerst dat ik schone was rook. Oprecht schoon, weet je wel. Maar. Dat was dus door mijn moeder nog gewassen. Dus ik rook. Dat is de kracht van geur. Ik zag ineens mijn moeder in, in de tuin staan, die was aan het ophangen was, met zo'n heel blij gezichtje naar mij aan het zwaaien. <laughs> ja. Ja. ja, dat was echt fantastisch. Dat kan ik ja. me nog steeds herinneren. Dat die kleine momentjes. Ja, ja een klein momentjes. Ja. Je, je Heb, heb jij last van heimwee als je weg nee. bent lang? Heb jij daar nee. last van? Nee. Mijn vader had heimwee. Naar nou, mij. Die vier maanden niet geslapen volgens mij. Echt waar? Nee. Bijzonder, Heidi. hè? Had je dat verwacht van tevoren? Waarschijnlijk niet, hè? Nou, ik zou zeggen mijn moeder. Maar mijn moeder is uiteindelijk de, de mentaal sterker dan mijn vader. Daarin. Die maakt zich echt heel veel zorgen. Ja. Um, ja. Dat nou, is, is ook wel mooi, toch? Ja, dat is fantastisch. Ja. ja, en dan die laatste twee weken voordat we naar huis gingen... was het natuurlijk uh, insmeren met babyolie en zo bruin mogelijk worden. <laughs> die chest moet wel uh, ja. kloppen als je weer op de, op de beach staat. Uh. Nou, ja, nou, ik was toen, euh, had ik euh, mijn verzoekje inmiddels ingediend voor de BBE-opleiding. Bijzondere hand. bijstandseenheid, dat ja. is dan. Euh... Ja, dat is de anti eenheid. Wat nu M-squadron is van Marsoff, dat was vroeger de BBE-opleiding, de bijzondere bijstandseenheid. Dus ik kwam december terug, april, of nee, in maart begon de selectieweek, de, de BBE-testweek. Toen was je dus 19, dus heel jong. Of was ik toen 20? 20 2004. 20, 20. 2004 uh, 2004 was ik 20. Toen werkte was ik net een maand twintig. Toen ging ik naar de BB en daar heb ik toen dus voor getraind. Toen was ik zo, toen was ik partij fit, jongen, Dat is niet normaal. Toen liep ik echt. Toen kon ik echt wel. Uh, toen liep ik echt hard. Toen kwamen we dus terug. Oh, sorry, je wat vragen. Hè? Nee, ja, ik ben benieuwd. Ik vertel. Want ik ben benieuwd van hoe dat dan verlopen is. Want de BB opleiding gaat natuurlijk niet alleen maar om fysiek. Er komt natuurlijk iets anders bij kijken. Ja. Hè? Nee, maar die testweek dan moet je wel. Het is handig dus, als je fit bent. Hè? Ja, het Is wel handig als je fit bent. <laughs> Want je wordt leuk in je staat getrokken. Ja, ja wat er mentaal op je afkomt, weet je niet natuurlijk. Je kan, maar waar je controle op hebt, is het fysieke. Dus dat kun je voorbereiden. Wat er mentaal gebeurt, geen idee. Dat kun je niet voorbereiden. Dus hoef je ook niet druk om te maken. Nou, kan je, lukt, lukt jou dat? Kan je dat? Ja. Ja, ja bedankt. Hè. Eigenlijk is het juist als ik dingen moet doen, onvoorbereid. Geef me dat minder stress, als dat ik me kan voorbereiden. Want als ik me onvoorbereid iets moet doen. Dan komt het OCD weer en dan moet alles kloppen natuurlijk. Precies, dan moet alles kloppen. En als ik uh, het. Als ik geen tijd heb om iets voor te bereiden, dan kan ik het eigenlijk al niet verneuken. Want dan kan ik me altijd verschuilen achter het feit dat ik me niet kon voorbereiden. <laughs> dat is omdenken, of niet? Ja, ja, dat is omdenken. Dus als je iets, bijvoorbeeld bij de baas, als je een plan hebt gemaakt en ineens komt, op het laatste moment komt er een wijziging. Dan ik, ja, dan kan ik niet meer aanpassen nu in mijn briefing. En dan doe je dat toch wel, maar goed, ja, fuck it. Als het nu, als het nu fout gaat, dan is het, ja, is het niet mijn schuld. En dan gaat het uiteindelijk altijd goed. Omdat juist dan kom je in een soort... Oef, ...staat van rust... <tus> Zo kun je jezelf behoorlijk manipuleren. Ja, echt. Toen merk max natuurlijk. Ja. Ja. Net als dat je trouwens over wat uh, Bonjasky zei over uh, de dojo-vechter en de echte vechter, zeg maar. Dat zit op dat aspect. De ja. ene doet dat, kan dat beter dus dan de andere, Ja. Dus en dat is, daar kom ik waarschijnlijk zo meteen wel op als we door eenmaal overgaan op het crossfit-gebeuren en competities. Je hebt mensen die in, in een workout tijdens een training iedereen verslaan. Maar staan ze op een competitievloer, dan worden ze zo nerveus en zenuwachtig dat ze helemaal niks meer kunnen. Ja. Qua. Dat ze zichzelf helemaal op hebben gevreten aan cortisol-levels. Choking, eigenlijk. Ja. Ja. Maar uh, die testweek begon in 2003. Of uh, 2004 in maart. En ik had dus ergens in Irak mijn verzoekje ingediend. Bij Rob, de OPC. Um, voor de BBE-opleiding. Dus toen ging ik trainen voor de BBE-testweek. Fysiek. Want ik moest natuurlijk ster on onmenselijk sterk zijn. Dus dan ging ik rondjes rennen op het kamp... In Irak met mijn kogel weer in het vest en mijn gasmasker trouwens ook. Af en toe deed ik die op 60 graden. En Mark was mijn buddy. En die zit nu bij uh, hij maakt niet uit waar hij zit. Um, als hij dit hoort, dan weet hij wie ik bedoel. Maar hij zit in een ander peloton, dus we gingen ook altijd samen trainen. Maar ja, als ik dan de wacht had en hij had patrouille, dan was het kut, want dan moesten, we dus trainen wanneer ik geen wacht had. Of andersom. Dus ik weet een keer om twee uur s'nachts werd ik geport. Kokkie, ja. Kom we gaan vlammen. Misschien <laughs> <Oei. laughs> dus we s'nachts om twee uur uh, even pompen. <laughs> Ze waren redelijk ziek met trainen en sporten en weet ik veel het allemaal. En ja, die BBE-testweek, dat is natuurlijk, want toen zat je bij de infanterie en dan zag je op het uh, exercitieterrein in Doorn, zag je altijd die zwarte pyjama-club uh, trainen op bussen en weet ik veel het allemaal met hun fancy tenuitjes en uh, fancy wapens, de P90 en pistool. Um, dus dat leek alweer onhaalbaar, weet je wel. Dat was weer nieuwe Johan. Dat was maar, ja, dat was, daar ja. moest je helemaal onmenselijk voor zijn. BBE, kikker of ML. En eigenlijk in de gradatie, die gradatie, want kikker en ML was dan zeg maar weer nog een, een fysiek uh, onhaalbaarder uh, doel. BB waren een beetje de mooie jongens. De mooie jongens. Lekker harde behuizing. En dan had je nog eens een stap verder, was dan weer. Ja. Een, ja. Dus de BBE, als je de testweek door was, had je het fysieke wel gehad. Weet je wel dat, dat idee? En kikker en ML is dan weer een jaar. Um. <laughs> dus ik uh, verzoek je indienen voor de BBE en trainen voor de BBE. Dus heel veel hardloop. Maar ik liep toen al best wel gewoon lekker voor mezelf. Ik was al wel zwaar. Ik woog 94 kilo. Ik was in de EVO ik 73. Einde EVO woog ik 87. Dus het lichaam werd even in rap tempo volwassen, zeg maar. Sommige lui vallen af. Lui die volwassen de EVO ingaan, die vallen af. Maar ik was natuurlijk nog een yogi met een klein lichaam. Dus ik werd een grote groeisput. En toen, een half jaar daarna, woog ik 94. Ja. <laughs> maar ik liep wel. wel echt gewoon hard. Dus ik liep de 10 toen in. Dat, niet dat dat boeiend is, maar 36,5 was mijn snelste tijd. En vaak ging ik ook. Ik ging regelmatig twee keer per dag hardlopen. Als we dan s ochtends te langzaam gingen met het peloton, dan ging ik gerust s'avonds nog een keer. Omdat, het, ja, s ochtends was geen training immers. Dat, zat in, dat was mijn beeld van wat trainen was toen de tijd. Ja. Ik moest altijd maximaal, anders telde het niet. Ja. Mega stom natuurlijk. Um, dus als we gingen hardlopen, ook maandagochtend. Ik was aan het trainen voor de BBE-testweek. dan ging ik ook vaak in mijn PT-tenue mee. Dus gewoon kisten en uh, camouflagebroeken. De rest in nu. Want ik was aan het trainen en dan pakte ik ook nog af en toe wel eens een tandenstoker uit, uit, uit de bosrand. <laughs> Terwijl wel een boomstam. Uh. Daar even een stukje mee rennen. Um. Ja, want, want berucht uit de BB-test was natuurlijk de speedmars. Hè? Dat was natuurlijk. Uh... Uit, de testweek. uit de Testweek. Ja, de, de loodkerry het... op maandagochtend. Ja. Daar beginnen we mee natuurlijk. Twee uur lang loodcarry. Ja. Ja, dat is gewoon allerlei uh, objecten die niet te dragen zijn. En die moet je dan allemaal een beetje verdelen en dan ja. uh, gaan verplaatsen. En dan uh, ja, daar gaat natuurlijk lui. Uh... Mentaal stuk. Ja. De testweek is inderdaad uh, ontworpen om lui fysiek en mentaal kapot te maken. Dus je begint met 60, 70 man aan zo'n uh, opleiding. Of uh, aan die testweek. En dan de week erop, maandag begon de BBE-opleiding. Dus dan die testweek begon op maandag. En dat was eigenlijk gewoon ja, één lange dag tot vrijdag. Elke dag had je iets van twee uurtjes slaap, denk ik in boogtenten en elke dag werd de tent steeds leger, <laughs> want er vielen natuurlijk lui af. Dus je werd fysiek geprikkeld en daarna volgde er iets mentaals. Dus of je geheugen werd getest, je reactievermogen, kijken hoe jij reageert zeg maar onder stress. Um... Maar als je fysiek dus heel sterk bent en fit, als je fysiek heel fit bent, dan, dan heb je natuurlijk wel het makkelijker, dus dat is fijn. Dus het stukje waar je controle over hebt, het fysieke, fysieke voorbereiding. Ja, als je dat gewoon kunt afvinken voor jezelf, dan ben je daarna een stuk weerbaarder als het gaat om de rest wat er nog op je afgevuurd wordt. Zeker als je dan een van de fittere bent van de groep. Dan weet je gewoon, ze gaan toch niet zo lang door totdat ik helemaal naar de klote ben. Want dan is er al zoveel afgevallen. Dus dat is wel fijn. Ja. <laughs> uh, dus dan heb je, dan heb je dus mentaal ook meer over. Dan kom je in een, meer in een rust... Uh, staat. Is er een moment geweest tijdens de testweek dat je wel hebt gedacht van, oeh, nu zit ik wel in mijn rode zon. <kijf> Fysiek. Ja, gewoon ja, fysiek. Je taal. gaat helemaal naar de kloten gaan. Ja. Dus alles doet pijn, spierpijn, kan je kan niet meer normaal lopen en weet ik veel. Maar iedereen heeft dat. Dus je gaat met z'n allen natuurlijk naar de getve. Um, dus als je met, met z'n allen naar de getve gaat, maar jij bent wel al een van de fitteren, dan ben jij, als je al helemaal naar de getve bent met z'n allen, nog steeds een van de fitteren. Snap je? Ja. Dus je hebt altijd wat over. Dus dat is wel fijn. En ook de wetenschap dat de week steeds verder voordat en jij bent er nog bij. Je ziet die tent steeds leeg worden. Dan denk je, hm, ik zit er nog bij, ik zit er nog bij. Ik doe iets goed. Dus gewoon zorgen dat je geen bijzonderheden hebt. <kly> en dat hele mentaal heb je dan geen uh, invloed op. Zeker als je ook, je krijgt scenario training, dus een kamertje zuiver, en weet ik wat allemaal. Dat heb je geen idee van. Dat heb je nooit in je leven gedaan. Weer zo'n ander toverwoord binnen de koers, maar is natuurlijk actie-intelligentie. Het ja, dat dat, wordt dan ja. geroepen van ja, je weet niet hoeveel. Het zit een beetje hetzelfde spectrum van <laughs> uh, ben ik Bambi als ik uh, in een vuurgevecht ja. kom of, of handel ik. Ja. Die Precies. onzekerheid heb je natuurlijk aan het begin van zo'n BBE-opleiding, waarbij eigenlijk alles draait om bijna alle. Fysiek is één ding, maar actie-intelligentie is het andere. Ja. En Klopt. Dat, had je die onzekerheid en hoe, hoe, hoe ben jij onder dat soort omstandigheden? Van kamers zuiveren en zo? Was je daar goed in? Of moest ja. je dat leren? Of hoe was, je, hoe, hoe was dat? Ja, dat pakte ik echt wel heel lekker op. Ten opzichte alles is natuurlijk relatief. Hè, dus alles is natuurlijk vergeleken met de rest. Met anderen. Met wie je toevallig dan in die opleiding zit. Um, dus die testweek uh, eindigden we met uh, 24 man. En toen werden er nog even acht lui bedankt op vrijdag. Van, dan heb je de testweek wel gehaald. Alleen, die waren toen niet uh, opleidbaar bevonden. Dus dan werden we op maandag begonnen met uh, 16 man aan de opleiding. En dan is natuurlijk schieten en tactieken. Dat zijn de twee grote pijlers binnen de BB-opleiding. Ja. En je had dan ja, die schieteisen die zijn echt onmenselijk. Um, dat je natuurlijk, als je een kamertje binnenkomt, moet je binnen een nanoseconde weten. Wie je een schotje moet geven en waar in het lichaam. Of als hij een granaat heeft met de pin erin of de pin eruit. Of een kopschotje wordt. Of dat je eerst een uit de kamer moet redden. Voordat je iemand een kopschotje geeft en bla bla bla. bla. En dat moet allemaal binnen dit. Um, dus dat is best wel bijzonder. Dus da daarvoor zijn die schietijzen onmenselijk um, hoog of uh, hard, zwaar. Dat is zeg maar ook aan het einde van die opleiding. Dan ben je de beste schutter die je ooit zult zijn in je leven. Ja. Wat, uh, hmm? Zeker niet. Ja, dat, dat niveau haal je nooit meer. Nee, eigenlijk. Echt niet. Dat is niet te doen. daarna je... zoveel ballen moet hoog houden. Ja, precies. Je moet op alle objecten, je moet alles, alles kunnen eigenlijk. Ja. ja, en tactieken, dus hoe reageerden ze dus in die kamertjes? Dat zijn de twee grote pijlers. Dus die had dan lui die hadden moeite met schieten en die waren heel goed in tactiek. Dus het was hun stress, was schieten. En dat had je ook precies andersom. Ja. En ik had het eigenlijk bij beide niet, dus dat was wel fijn. Want je hebt in dat schieten heb je eigenlijk ook twee fases. Je hebt eigenlijk de lui... Je begint natuurlijk toch met een bepaald niveau meer vanuit statisch. Oh ja. en dan vervolgens ga je naar het dynamische. Daar zag je ook al een verschil. Dat ja, ze geluid statisch ja. heel goed waren ja. en dan dynamisch weer minder. Of weer lui die heel goed waren in schieten. Maar zodra er examendruk op stond, schoten ze geen deuk in een pakje boter. Ja, Ging dat, alles mis. Dat is weer de choking de verhaal, ja. de, de dojo-vechter. Ja. En die gradatie, want dat is het interessante natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk lui die in de MMA nog steeds in de kooi goed zijn... Mm -hmm. Maar minder goed dan als ze in de dojo zijn. Dus dat zou je ook een dojo vechter kunnen noemen. En dat had je binnen het korps natuurlijk ook. Je had natuurlijk lui die eigenlijk floreerde mm -hmm. tijdens de examens. En je ja. had lui die haalde de examens wel. Maar die waren eigenlijk beter dan dat ze op de examens waren. Oh ja, ja precies. Ja. Ja, zeker. Dus, dus je hebt allerlei gradaties natuurlijk nog steeds. Um, ja. Maar wel maar, grappig hoeveel je met mindset uh, voor elkaar krijgt. Was je daar toen al maar bezig? Want nee, dat is natuurlijk grappig, berust. al die lijnen die weggaan bij Defensie. En, uh, ja. uh, en daar hoor ik natuurlijk ook bij. Dan vervolgens <laughs> ga, je, ga je. Ik, natuurlijk ik ook nu. <laughs> ja, daar hoor jij dus nu ook bij. Welkom bij de club. Van, van de, dan ga je natuurlijk terug reflecteren. En dan ga je het eigenlijk over kijken van hoe deden we dat eigenlijk. Ja. En dan pas besef je eigenlijk hoe, hoe goed je eigenlijk dingen deed. Want ik heb nu natuurlijk ook de wetenschap ernaast gelegd met, 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 ja. met Erik Heijn. Ja. Dan merk je, oh ja. Ja, wij, wij deden al die visualisatie, wij deden, onbewust doe je al die dingen eigenlijk ja. al. Want als je in je rek gaat liggen, weet je, dan ja. uh, was, was je natuurlijk al weer bezig met de volgende dag. Want je ja. wilde niet falen, dus dan was het van oké, okay, bam, al die dingen weer snel verwerken. Ja. ja, je doet dat soort dingen eigenlijk allemaal al. Oh, ik droomde elke dag tijdens de bb-opleiding, droomde ik over... Pantjes? Pantjes, het was constant in mijn hoofd. Ja, dus het, ja dus... totale focus. Dus die, dus die, precies, lezen laserfocus naar het einddoel. En tegenwoordig heb je daar coach, coaches voor nodig, want niemand kan het op de een of andere manier zelf. Dus je hebt allemaal, we hebben allemaal inspirators nodig. Maar het ja, is inspirators een... nodig. Dat hadden we niet. Maar ik, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik terugkijk, dat ik wel eens denk: hmm, binnen die, kijk, bij Ajax is een mental coach normaal mm -hmm. aan het worden. Ja. Want ik heb die lui ook getraind en dan merk je al dat is gewoon een aparte tak ja. mentaal eigenlijk. Ik merk, ik merkte wel dat als we ik denk dat het nu ook wel aan het komen is. Maar ik denk wel als je dan op, op die manier met topsport bezig bent. Hè, mm -hmm. In jouw vak als, als BBE'er. Ja. Dan heb ik wel het idee van nou. Daar zou eigenlijk een aparte afdeling bijna moeten zijn. Die ook uh, zich heel erg druk ja. maakt over uh, het mentale stukje. Oh zeker. Ik denk dat, ja, dat, dat zal vast heel veel winst te behalen zijn. Maar ik weet niet of dat uh, nut heeft voor mensen die er daar nog bij moeten komen. Die eerst door die procedure heen moeten en opleiden en keuren. Ik denk dat het daarvoor het makkelijkste is, is. gewoon hey, fuck it, gewoon ondergaan. Ja. Weet je? Want dat, dat, die selectie daar is niet voor niks. Die selectie daar heb je nodig om uiteindelijk de lui natuurlijk ja. te hebben die niet choken ja. als jij onder die boot ligt in, in uh, Somalië. <laughs> maar jij, jij, voor jou is dat een soort van normaal. Maar als je gaat kijken natuurlijk wat, wat er aan vooraf gaat aan selectiemomenten, mm -hmm. dan is het niet voor niks dat jij daar uiteindelijk ligt ten eerste met je buddy. Maar mm -hmm. ook dat jij het uiteindelijk fixt. Dat heeft te maken met al die stappen en al die selectiemomenten. En al die, ja, ja dat, 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 je moet door die momenten heen. En je moet daar die natuurlijke selectie hebben om uiteindelijk de luiden te hebben. Die natuurlijk in de speerpunt dan uiteindelijk ook de operaties uitvoeren. Ja. En een beetje geluk hebben dat je toevallig net in een team zit wat die kant op gestuurd wordt. Ik zeg ook niet dat die een van die andere twaalf <tus> duikers uh, ja, het niet kon. Het niet konden dat, dat, dat zullen we in het midden laten. Um, die hebben allemaal een eigen missie gedraaid trouwens. Dus iedereen heeft een. Uh... Iedereen heeft dat gefixt. Iedereen heeft dat gefixt. Ja, ja. Uiteraard. <laughs> <laughs> dat snap ik. Ja. ja, maar dat, 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 ja. ja. Ik bedoel, iedereen heeft die druk gevoeld. Van kut, Dennis heeft het al, al gefixt. Als ik het nu niet haal, dan uh, doe ik onder voor Dennis. Dus ik moet <laughs> het ook fixen. <laughs> Toch? Misschien, ja, ja dat, uh, misschien wel. Ik weet niet hoe anderen dat ervaren hebben eigenlijk. Iedereen heeft al. zijn eigen. Daar koker. wordt allemaal niet over geluld natuurlijk. Grappig is het eigenlijk, hè? Dan ga je daar weer niet over praten met z'n allen. Hm. Misschien nog niet echt op, hè? We zijn pas bij de bb-opleiding. We zijn, we zijn nu al vier, We zitten in mijn vierde dienst, ja. Ja, ja dus, uh, dus uh, we moeten op een gegeven moment... Uh, maar maakt mij niet uit. Nee, maakt ook niet uit. Maar, maakt niet uit. Um, maar laten we zo'n laten we, uh, we stapjes gaan nemen. Want je, je komt dan bij de BBE, dan kom je dus langzaam in dat... In dat in, nou, noem het even SF-wereldje. Ja. Um, ja, dan ben je natuurlijk weer een van de. En dan ben je weer een van de. Dan sta je weer onderaan de, de ladder want je komt weer in een nieuwe wereld. Dus en je, ben je bent jong, dus ben dat zijn behoorlijke basis. Ja, dan ben je weer die jonge bb'er. Dus dan ben je ineens weer die, uh, die kneus die net uit de opleiding komt. Ik werd gelijk schildmans van een team, want ik was natuurlijk groot en sterk. Dus hier heb je het schild, want dat is kut. Maar uiteindelijk mega, want je gaat overal mee naar binnen als eerste. En ja, jij bepaalt eigenlijk wat de rest van het team uiteindelijk doet. Dus dat was echt top. Puur voor je, voor je eigen actieintelligentie is dat je bent constant aan het trainen bent. Want als je binnenkomt in een kamer en je, en je, je stuit op iemand, word jij er weer uitgedrukt. Dus iemand anders neemt jou over. Want jij bent de schildmans. Dus jij bepaalt wat er gebeurt uiteindelijk. Want wat ik doe anticipeert de nummer twee op, en daar anticipeert de nummer drie op, en daar anticipeert de nummer vier op, zeg maar. Um, ja en het schieten was natuurlijk meegelast want je hebt je arm bijna in een soort kronkel ja, en precies. Uh, je kan het allemaal niet zien met ja. alles. alles. Dus, dus het schieten was een enorme uitdaging als appointment. Ja. Ja. ja en dan ga je door in zo'n jaarprogramma door een oefencyclus heen. Dus dan doe je een periode uh, boor eilanden en uh, schepen, periode doe je bussen trammen en trammen en metro's. periode vliegtuigen, periode grootschalige gebouwen. Ja dan heb je dat elk jaar. Dus dat had ik na twee jaar ook alweer. Dat is een hoop trainen. heb ik ook alweer gezien. hè? Wanneer gaan, we, een keer Wanneer dingen gaan doen? we dingen doen? Maar ja, in Nederland gebeurt er niet zoveel natuurlijk. Op grootschalig antiterreurgebied. Um, dus toen had je natuurlijk dat gelul met de Hofstadgroep. Dus toen werd uh, de DSI opgericht. Of de SI de, 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 de opgericht heette dat toen. Maar ja, dat was natuurlijk ook niet voor mij. Want ik kwam net, net kijken. Dus het waren allemaal de oude jongens die erheen gingen. Ja, toen stond ik eigenlijk elke week wel bij de adjudaris op zijn hok. Van hé, hey, zijn er nog opleidingen die je kan doen? Toen heb ik een verzoekje ingediend voor de kikkeropleiding, want toen speelde Afghanistan, Task Force Viper, dus dacht, okay, ik oké, dus, uh, ik moet naar Afghanistan, ik wil kikker worden. Maar ja, dat mocht niet, want ik was BBE'er, dus dan mocht je nog niet overspecialiseren. Oh ja. Dus je mocht maar één dingetje doen. Um, en toen kwam de adjudant zelf ineens naar mij toe van, hé hey Dennis, uh, omdat ik elke week ongeveer op zijn hok stond voor een opleiding <coughs> en dan mag ik mee op bergen wintertraining met de infanterie? Nee, je mag niet, want je staat op drie uur notice. Ja, kutzooi. Ik wil mee op bergen wintertraining. En toen kwam hij op nu: Hey Dennis, wil je de kennisopleiding in? Dus toen werd ik eigenlijk door mijn gezeur beloond met de kennisopleiding. Dat was weer echt een heel andere eye-opener voor mij ook. Want ik had inmiddels wel een mondje gecreëerd bij de BWE. Ik was natuurlijk helemaal het mannetje. Uh, dus toen was het even weer back to the basics in mijn uh, gedrag. Even een lesje nederigheid. Van, uh... best, best pittige opleiding ja, is dat. Ja, een zuur een een, opleiding was dat. Voor ons, met opleiding, is eigenlijk toen uh, natuurlijk een soort samen... Uh, ik heb eerst echt Mars opleiding gedaan, met 43 ja. weken was dat dan. En dan starten we eigenlijk met MV-opleiding. Ja. Ja. Dus dat was best wel. Uh, natuurlijk, met, met de holding zat er natuurlijk in en mm -hmm. uh, alles erop en eraan. Ja. Hoe heb je? Ja, Waarom was het voor jou een eye-opener? Nou, het was gewoon even weer groen bekken halen. Ik was inmiddels het uh, wel gewend geraakt aan de harde behuizing en, uh, en dat. Dus toen werd ik wel even weer door een paar ML's uh, even op mijn plekje gezet. Van uh, doe maar even rustig, Yogi. Uh, <laughs> uh, dus daar ben ik dankbaar voor. Uh, toen kwam ik er terug en toen ineens uiteindelijk besloten ze dus duikteams te gaan oprichten bij de BBE. Dus toen mocht ik ineens wel de kikkeropleiding in, want ze moesten dus kikkers bij de BBE, de BBE hebben. Dus toen weer de kikkeropleiding. <tieks> um, was ik toen nog onzeker, ja, maar ik wist wel inmiddels wat ik kon fysiek. Dus daar was ik niet meer bang voor. Ik was niet meer bang voor de kikkeropleiding. Um, dus toen mocht ik de kikkeropleiding daarna nooit meer bij de BBE gediend. Dus ik ging ook vanuit de kikkeropleiding gelijk door naar c squadron, Dus naar het Amfibisch Verkenningsspeloton. En toen gingen we echt heel rap, kregen we de call Afghanistan, Task Force 55. Dat is echt goud. Moet ik nog iets over de kickopleiding zeggen? Want ik heb Het, nou, het dat is natuurlijk ik, grappig dat de kickopleiding, denk ik, dat je die wel kan zien als wellicht een van de zwaarste, misschien wel de zwaarste uh, opleiding, niet gewoon de gradatie van de zwaarste opleiding binnen de krijgsmacht die je kan doen, denk ik, uh, fysiek en mentaal. Ik denk wel een van de, ja. Een en, van de uh, hoe Heb, heb je dat ook zo ervaren? Of was je zo sterk mind, qua mindset en body dat je gewoon daar doorheen gefietst bent? Nou ah, ja, ja, daar fiets je niet doorheen, door zo'n opleiding. Je fietst eigenlijk door geen één opleiding heen. <coughs> Nou, je praat er nu over van nou eventjes, nee. eventjes kikkeropleiding draaien nee. dan de, het... de, de, de EVO fiets je ook niet doorheen dat is mega zuur maar dan ben je zo fit en sterk mentaal zie je die drie ja en de kikkeropleiding dan ben je oh, dan ben je natuurlijk veel fitter mentaal maar ook fysiek de, maar die opleiding is ook veel zwaarder maar ze zijn allemaal zwaar op hun eigen manier weet je wel nou, het is dat 19-jarige jongetje je had, had op die kikkeropleiding gewoon zich stuk gebeten ja maar je, dus je, hebt, je hebt die stapjes ook nodig om ja. die kikkeropleiding te halen uh, ja en uh, ik denk inderdaad een kikkeropleiding is mega dus alles is zwaar voor ieder en het is allemaal ook weer relatief, natuurlijk. Dus al die opleidingen binnen de krijgsmacht, ja, wat is het zwaarder? Ja, zeg het maar. Ja. Okay. Ik Durf daar online ook geen uitspraken over te doen. Ik Ga niet pretenderen. Dit is de zwaarste. Ik bedoel, een ACO, nou ja, een ACO is heel zwaar, een potum is heel zwaar. Een EVO ML-opleiding schijnt ook zwaar te zijn. Ja, dus um, ja, tuurlijk. Het is, het is een jaar lang wat wij zaten toen. Uh, was de voorloper van de Marshall-opleiding de SF-opleiding. Dat was een beetje zo'n trial-dingetje. Die ja. zat toen voor de kikkeropleiding. Die hadden wij doen. Toen begon ik weer met een NV opleiding Die had ik net al gedaan. Dus kon ik nog een keer doen. Het was ideaal, want die kennis had ik al. Dus het was perfect. Het was een goede herhaling. Je kan niet vaak genoeg kako-oefeningen doen, uh, want dat moet je gewoon onderhouden. Katerkoppasoefeningen. oefeningen. dus dat was echt top. Ja, die kikkeropleiding was gewoon. Ik had ook pijntjes, ik had last van mijn knie, um, maar tussendoor hebben we dan toevallig weer net op het goede moment, hadden we een soort rustopleiding, dus twee weken uh, TESL, uh, de LCRM varen weet je wel, zo'n rubberbootje, twee weken demolitie in uh, Reek, dan heb je weer twee weken even rust. Dus het kwam allemaal precies op tijd, uh, viel het op zijn pad in ja. die SF-opleiding en toen daarna de kikkeropleiding zelf, dan begin je met kat A, zes weken duikopleiding. Dat is gewoon een, uh, ja. Een basisduikopleiding, wat ook de vloot doet. Dus dat is echt een mega ontspannen opleiding. Vinden wij. marns. Ja. Um, dan zuurstofopleiding, vier weken. Dat wordt al zuur. <laughs> Lig je gewoon echt uh, duizend minuten per week onder water. Met een zuurstofding uh, in je mondje. Ja. Constant nat en koud, eigenlijk. Ellende. En dan een kikkeropleiding, drie maanden. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon. Uh, zijn het hele lange dagen van maandag tot vrijdag de, de buitenweken ja, je kan heel veel uren maken. <laughs> weken, normale mensen snappen dat natuurlijk niet helemaal wat een wat een lange week is. Maar ja, als je een uurtje slaap op maandag, dinsdag, woensdag hebt en donderdag trek je meestal door, dan ja, ja dan heb je best wel veel uren te vullen. Ja, best wel veel uren te vullen. Ja. 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 de langste week was toch wel de ijsselmeerweek en die uh, was op uh, maandag 20 minuten slaap. En de, en, toen was het, er was het, en de rest was één lange dag tot vrijdag. Ja, okay. <laughs> kan dat? Ja, dat kan. Ja, dat, dat. kan ja. Ja, ja. Je kan letterlijk in slaap vallen tijdens het wandelen of tijdens het kajakken. Ja. Tijdens het flipperen. Dat je ook, maar dat is ook mooi dat je leert omgaan met hallucinaties en zo. En dat leer je in de EVO al, in de basis Dan begin je al te hallucineren natuurlijk voor het eerst. Dus daar leer je ook mee omgaan. Dat je weet van, uh, oké, okay, ik ben nu echt officieel moe. Want mijn hersenen geven nu al... Dingen weer wat niet bestaat, ja. dat ken jij ook. Ja, ja, dat, dat, dat kent iedereen. Dat maar kent elke en elke militair en, kent dat als het goed is. En het is ook gewoon bizar dat je letterlijk halverwege een zin, als je bijvoorbeeld in de als je dan in de bus komt, of zo dat je halverwege een zin gewoon uh, in, sla in slaap kan vallen. <laughs> ja, dus echt, letterlijk ja. Zo, en, dan ook. <laughs> en dan gewoon dat, dat het ja. is dat. bizar. Ja. De, de roze olifantjes en de dingen in het ja. veld die dan, dan zie je een plantje en dan en dan kijk je en dan zie je een of ander mega zwijn daar lopen en dat ja. is helemaal niet en allemaal dat nee, soort dingen. Nee ja. precies. Ja, toen na de kikkeropleiding toen um, dacht ik dat ik het wel uh, denk ja oké okay, ik heb mijn doelen wel gehaald nu weet je wel en toen gingen we natuurlijk naar Afghanistan en toen voor Afghanistan had ik al zoiets van oké okay, wat ga ik uh, nog waarvoor moet ik nog trainen waar ben ik nog mee bezig? Ik had als marinier nooit het idee van ik ga naar de West. Aruba of Curaçao. Dat zag ik altijd als weggegooide jaren. Zeg maar. Ik wilde uitzendingen en opleidingen draaien. Dus ik denk als ik ooit een keer sejant-major word... dan ga ik wel naar de West. Tot nu voor nu zie ik dat als verloren jaren. Om het zo maar te zeggen. Ja, um, ja Afghanistan. Dat is natuurlijk wel echt... Uh, en Somalië trouwens. Maar als ik moet kiezen tussen die twee... dan is Afghanistan wel echt de uh, shit nou, Afghanistan was voor mij ook mijn ja. het hoogtepunt ja. eigenlijk van hetgene waar je naar nou op zoek bent in die zin. Van, ja. ja, Dat was gewoon het meest kinetisch, ja. het meest spannende, het meeste uh, meest vrijheid qua opereren. Mm -hmm. Somalië ja. was vet, maar dat is uiteindelijk één nachtje. Mijn operatie, weet je wel. Eén dus ja. dag, één nachtje. <coughs> en alle andere nachtjes ook die we gemaakt hebben natuurlijk. Maar het was niet kinetisch. Uh, dat ging goed. Dus dan is het eigenlijk, dan gaat het goed. Maar met duiken is het natuurlijk zo, het gaat of goed... Of je gaat dood, waarschijnlijk. En die lijn daartussen is heel dun. Um, maar er kan niet iets een beetje fout gaan met zo'n operatie. Als er dan iets fout gaat, dan gaat het heel erg fout. En als je daar niet komt, dan is het dus gewoon goed gegaan. Dus is het uiteindelijk ook niet spannend. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap precies. Als je die goed gaat, gaat het gewoon goed. En dan, ja. is het, dan, is het, dan is het wat je zegt, dat ja, het is gewoon een duikstage geweest, alleen in Somalië. Dat ja. gevoel hou je er dan aan over. Mm -hmm. Ja. Uh, maar het had natuurlijk, ja, als jullie niet waren opgepikt, hè, Dus ja, als jullie bijvoorbeeld dat moment hebben gehad dat jullie uh, natuurlijk even lastig hadden dat jullie opgepikt werden. En dat ja. gaat mis en je, en je moet ineens aanspoelen of wat de ja. procedures ook waren geweest daar. Ja, ja. Of, of je was inderdaad uh, toch... Uh, Zuurstof leeg. Zuurstof leeg, wat op een gegeven moment natuurlijk spannend werd mm. door, de, door de stroming. Ja, dat soort dingetjes. Ja, er kunnen heel veel dingen fout gaan. Maar ja, dat is niet gebeurd, hè. Dus... Kun je wel over na gaan denken, dan achteraf, want wat heb jij dan helemaal geen spanning ervaren voor? voor want laten we dit heel even pakken, en naar, naar Afghanistan uh, ja. duiken. Van het moment dat je die, dat dat helder wordt, dat je deze operatie kunnen gaan doen. Want uh, vertel eens even waarom dit een bijzondere operatie is voor duikers. Nou, dit was eigenlijk de eerste, uh, natuurlijk, echte kikker-inzet sinds het oprichten van het van de Nederlandse kikvosman. Um, dus dat is in die zin wel, uh, wel bijzonder natuurlijk. Van de Nederlandse kickforsman, daar praat ik nu over. Die hebt natuurlijk de Engelsen en zo, die waren uh, in de Tweede Wereldoorlog vrij actief. Um, dus we zijn in 1958 ergens dan uh, is het een beetje begonnen in Nederland. In 1958. Dus dit was wel echt een kikker inzet Kijk, Afghanistan: in Afghanistan werden we ook uh, als kickforsman en mountain leaders en BWE'ers ingezet, omdat wij dan de SF. Um, status hadden, en dan uh, deden we met het KCT, uh, deden we dan uh, de missies in Afghanistan, wat eigenlijk hun domein is natuurlijk. En wij hadden dan het amfibische domein, maar ja, in Afghanistan hebben we natuurlijk geen, geen amfibische dingen gedaan. Um, we deden overigens heel veel gewoon in, uh, um, infanterietaken, wat eigenlijk gewoon elke uh, reguliere eenheid had uh, gekund en had moeten doen, gewoon trouwens, maar ja we zijn een beetje in het verkeerde land geboren wat dat betreft. Als je, van dat, als, je, ja. als je van oorlog houdt, dan ben je in het verkeerde land geboren. Als je in Nederland geboren bent, dan moet je in Engeland of uh, Amerika zijn geboren. Dan kun je lekker vooraan in de rij uh, overal naartoe. Um, dus in Nederland, als je dan dat soort dingen wil doen, dan moet je dus bij SF uh, gaan. En dan kun je NSF dingen doen, maar ook eigenlijk dingen doen waar eigenlijk infanterie... Uh, Prima uh, voor kan worden in, kan en zou voor moeten worden ingezet. Ja, uh, maar even terug naar wat je vroeg. Wat vroeg je ook alweer? <laughs> nou ja, het is het is die operatie. Op het moment dat dat dan opkomt en, oh ja. en helder wordt dat dat jullie dat gaan doen, is dan oh ja. is het natuurlijk wel, het is wel meteen helder van hey, dit is een bijzondere ja. inzet en daar hangt veel van af, zeker. Want het is ook een. Als je het hebt dan over wat er we wel eens genoemd wordt, weet je, het chirurgische karakter, mm -hmm. chirurgisch ja. geweld wordt het wel eens genoemd. En ja. chirurgische inzet van een sf eenheid is dit natuurlijk een soort van, je wilt natuurlijk een soort van die angelheid die je piratenoperaties ja. halen. En dit is mm -hmm. een soort. Ja, hier komen die dingen samen. Ja. Voelde je dan dat ook dat het iets bijzonders werd? Of, of was het allemaal gewoon een redelijk uh, soort van ja dan ga je toch weer terug naar van wat is het hogere doel en ben je daar echt mee bezig of ben je gewoon bezig met het vervullen van dat met het opvullen van dat uh, spannende jongensboek met avonturen <laughs> ik denk toch echt dat dat het is ja maar binnen binnen dat binnen die reis van de die spannende uh, heb je wel door van nou uh, maar dit dit is wel vet dat oh, op het moment heb je wel door van dit is een iets vet dit we is kunnen iets vet wat we gaan doen ja. ja we gaan daar ook duiken en gaan wij dingen doen met piratenschepen dat ja. is natuurlijk gewoon wel echt het werk, zoals Ja. Dus ja. dat is wel echt speciaal om het zo maar te zeggen. Dat is niet, uh, ja, James Bond doet het in de film is leuk en aardig, maar ja, wij zijn geen acteurs, wij doen het in het echt. Alleen hij wordt er wel rijk mee. <laughs> ja. Ja, Rijke ervaringen ben je geworden. Ja, wij worden ja, rijk in ervaring en <laughs> de eeuwige roem. Ja. <laughs> maar um, ja, die duik zelf dat was dan ja uh, met die onderwaterscooter samen met mijn buddy. Um, en hij bestuurde dat ding. Hij was altijd de bestuurder van dat ding. Ik mocht nooit besturen van hem. Dus ik lag altijd achterop als een, uh, als een zoutzak. Dus ja, dat was ook echt. We stapten van, die, uh, van het bootje af en hij ging varen en ik stapte achterop achter hem liggen. Nou ja, ik zie wel wanneer ik er ben. Weet je wel? Ik krijg vanzelf een seintje. We zijn en dan kan ik mijn dingetje doen. Dus uh, dat was helemaal niet bijzonder. Op dat dat moment het was helder water. Het was mooi. Het was mega volle maan. Je kon een boek lezen. Daarom gingen we met die scooter omdat we niet konden inzwemmen. Dat was gewoon te ver. We moest echt op 1600 meter afstand beginnen. Dat zouden we ook als zuurstofverbruik nooit redden. Dus pakten we de DPD onder scooter. Voor de, voor de kijkers thuis. <laughs> um, toen gingen we daarheen naar het schip. Nou Uiteindelijk merkte ik dat het een paar keer heen en weer ging. En ik denk ook het, hij, hij ziet het niet, dus ik moet even meekijken, toen zagen we het bootje en toen kwamen we aan bij dat, bij dat bootje. En ja, dat, toen bleek het echt één grote epic. Uh, epic te zijn, want ja, dat, dat ding lag echt mega ondiep, dus je had de stroming en je had de wind, dus die stonden echt haaks op elkaar, of de golf en de stroming, weet ik veel. Dus ik kwam aan en <coughs> toen moesten we na ondiep, dus na een halve meter uh, tot een meter waterdiepte ongeveer, dan moest ik gaan werken. En die uh, had die uh, DPD in zijn handen. Dus je had aan één hand de DPD en aan de andere hand hield hij de keelbalk vast, dat is zeg maar die balk die onder het schip doorloopt, de ruggengraat van het schip eigenlijk. Achteraf gezien, Nooit over nagedacht om iets mee te nemen waaraan we dat ding gewoon konden ophangen. Had gewoon gekund. Een touwtje met een uh, karabine eraan en waren we klaar geweest. Nu. Uh, <laughs> Lessons learned. Hè? Lessons learned, ja, ja, precies. Dus nu uh, hing hij met dat ding. Dus hij hing onder mij, maar ik hing dus boven wel aan een buddylijn vast. Voor mijn neus hing een visdraadje, mega irritant. Um, ondertussen klemde ik met mijn voeten uh, het roerblad vast, want ik werd natuurlijk van het schip afge zogen door de stroming en er weer tegen aangeslagen of door de golf, in ieder geval een van de twee. Um, dus ik moest dat ding vasthouden met mijn benen, want uiteindelijk ging ik daar uh, kneuwen. En ik had een uh, shark shield aan mijn enkel hangen, oftewel een, een draad van een anderhalve meter centimeter dik in doorsneden. Uh, en dat was dan een, uh, een, uh, ja, een shark shield heet dat. Dat is een, een ding wat dan haaien afschrikt. Dus gewoon eigenlijk die het is gewoon een stroomstoot dingetje waar dan uh, de ampullen van Lorenzini dat zit in de neus van haaien. Uh, die vinden dat niet prettig, dus die uh, gaan dan theoretisch gezien en vallen ze jou niet aan, zeg maar. Of als ze je aanvallen, dan ineens dan gaan ze links of rechts om uh, verdwijnen ze, want dan uh, verstoort hun neus die uh, of uh, daar kunnen ze dan niet tegen. Maar die kregen ze in zijn gezicht, <laughs> zeg ja. maar elke paar seconden. Dus uh, ik hoor vloeken en schelden en weet ik veel allemaal. Want die ja die stond elke keer kreeg die soort schrikdraad uh, gevoel in zijn gezicht dus dat is niet is, is ideaal klusje. in zijn klusje <laughs> dus en ik had het natuurlijk dan minder ik had er geen last van dat hij vooral last van ik had vooral last van het schip proberen vast te pakken en ik weet ook niet wat ik nu allemaal precies wel en niet want ik ga niet te veel in op details maar uh, um... dit is dit zat ook allemaal op Videoland uh, dit soort uh, dingen dus maar ja, je hoeft niet alle procedures te, nee, laten te, te vertellen. Dus uiteindelijk uh, mislukte natuurlijk van alles en uh, ik zag niks, want het was een mega effect door het uh, de bio uh, dingetje in het water, het plankton, dat geeft dan licht. Zelfs dat je een speedboot ziet wegtrekken, zeg maar dat je zo'n lichtspoor achter dat uh, water ziet. Nou, dat krijg je dan, maar dan verblindt dat. Dus ik had ook ineens geen zicht meer, um, dus ik had ineens mijn vingers over, dat waren mijn ogen. Ik had handschoenen aan, piloothandschoentjes van die dunne handschoentjes. Die deed ik uit. Die gooide ik weg. Toen ik ze weggooide, dacht ik, waarom gooi je ze weg? Waarom stop je ze niet gewoon in je, in je vest? Allemaal van die paniekreacties, eigenlijk op dat moment weet je wel, omdat ik natuurlijk constant bezig was om ja, bij het schip uh, te kunnen blijven en daar mijn dingetje te kunnen doen. Um, ja, en ik kon ook niet mijn zuurstofverbruik in de gaten houden. Toen raakte ik ook nog een explosief kwijt, omdat ik toen op dat moment net tegen het schip aan werd gebeukt. Ja, toen uiteindelijk wat een heel plan gemaakt. Dat ging totaal niet, uh, in ieder geval, door de situatie daar. Het was een soort wasmachine waar we in uh, terecht waren gekomen. Toen wilde ik dus opgeven. En toen zag ik letterlijk in zijn hoofd mij in de taart trappen. Ik zag een soort wolkje verschijnen met zijn hoofd. <laughs> ja, en toen ben ik maar doorgegaan. <laughs> er was geen politiek belang of iets, uh, of een hoger doel waarvoor ik door ben gegaan. Dat was echt uh, hij. Um, Doorgaan uiteindelijk ja terug. En toen um, waren we dus bijna door onze lucht heen, inderdaad, en uh, toen werden we opgepikt. Dus het was eigenlijk een uh, behoorlijke epic. Het was eigenlijk de kutste duik ever tussen ons twee. En je bent dan echt al een jaar aan het opwerken of een half jaar intensief. En dat begon natuurlijk na Afghanistan begon het opwerktraject voor Somalië. Dus dat sloot echt precies mooi op elkaar aan. Um, maar dat was echt, uh, was echt uh, een epic duik. Maar ja, omdat je al drie jaar met elkaar duikt, met z'n tweeën, als paar, waren we een soort telepathisch onder water. Dus we hoefden elkaar, ja, ik weet niet, ik kan het niet uitleggen. Dat was gewoon een gevoel tussen. We waren echt een synergie met z'n tweeën. We waren eigenlijk één persoon met twee breinen. En dat uh, ging altijd heel erg mooi, Saampjes. <laughs> Dus die stroomstoten in je, in je klusje voerde jij bijna ook? Ja, ja ik had wel medelijden. Ik mocht er trouwens ook nooit, uh, als we in warm water aan duiken waren, of het naar Curaçao was of Malta of weet ik wat allemaal. Ik mocht, nooit, ik mocht nooit pissen. Ik was altijd bang voor uh, dat het vissen aantrok en haaien. <tiedert> nou oké, okay, dus dan doe ik dat wel niet. <tiedert> Even oh een side note. Ja. Uh. Dus dat was eigenlijk... Uh, ik moest altijd al, als ik dat droge pak aan had, dan moest ik al meteen zeiken. Ja. Je, ja dat soort ja, mentaal ja. ding was dat altijd. Zodra klopt. dat ding dicht ging, ja. dan wist ik al, dat ik moet ja, meteen klopt. nog een keer zeiken. Want, ja, ja dat heb ik in de kickropleiding heb ik wel een paar keer uh, mijn duikpak volgezeten ja. Toen heb, op de duur begon ik luiers te dragen. Maar dat is ook niet lekker als je dat vol zeikt. Het is eigenlijk net zo kut. Ja. Dan, je altijd, al luier... je, dan zie je een soort van SF Nederland en dan Dennis Cook. Uh, met een megakast. Ja. Met een luiertje aan. <laughs> ja, klopt. Een luier voor volwassen mensen. En dan ook het moment dat je dat ding moet gaan kopen, weet je wel? Ja, ja. ja. Wetende dat jij die aan gaat trekken ga het die niet aantrekken. Voor je het voor je opa is. Ja, precies. Dus um, ja, maar dat is net zo kut. Van heb je in plaats van een natte onderbroek, heb je een natte luier. Ja. Die ook maar een, een x-aantal uh, milliliters kan absorberen. Dus uiteindelijk wordt het nog steeds vervelend. Dus duiken in een nat pak is niet uh, ideaal. Als je dat uh, vijf uur per dag doet. <laughs> Nee, nou ja, dat zijn van die details waar je natuurlijk uh, die, uh, kick, uh, alle mannen begrijpen. Ja. Maar, uh, en ja, duikers wellicht ook wel. Duikers, zeker. Beroepsduikers, die, die snappen dat. En um, ja, maar het was echt primitief, weet je wel. Daar zelf uh, explosief in elkaar meubelen, uh, met mijn wasnetje, gecamoufleerd. Uh, had ik mijn explosieven bij me. En, uh, het is natuurlijk ook, je pakt ook niet een handboek uit de kast. Ah, nee, oh, nou dit is hoe je het moet doen, en dan doen. ga je dat uitvoeren. Het is nee. allemaal meubelen, het is allemaal uitvinden. Ja. Nee, inderdaad en daar zijn wij natuurlijk goed in ja. als mariniers improviseren touwtje houd je touwtje tape en tearip club 3 T's, tape en tearips en Juist. dan uh, fix je alles daar kun je kom je heel eind mee ja, <laughs> ja. ja dat is toch mooi ik vind dat ja. mooi dat uh, gewoon dat altijd altijd dat oplossingsgericht uh, ja. dat altijd uh, maakt niet uit wat je hebt je fixt mm -hmm. het gewoon met wat je doet wat ja. je hebt en... nou, zo'n duikenoperatie dat is natuurlijk heel erg complex maar omdat je zo uh, we zijn zo gespecialiseerd in duiken en het hele combat dive en zo. En we doen er heel lacherig en luchtig over. Maar je wordt zo goed opgeleid uh, daarin. Ja, het is gewoon een kunstje. Maar het is wel echt. Uh, ja, je moet ook dat gewoon heel goed uh, kunnen. <laughs> voordat je los wordt gelaten, kunt worden gelaten, zeg maar. Ja, dat is, dat is wat je, weet je, dat is, dat is die top, dat is, dat is dat, voor jullie, wordt dat zo makkelijk. Het is een beetje ja. hetzelfde als degene die de Olympische Spelen 100 meter wint, dat ziet er zo makkelijk uit. Precies. Dus je, je, zit, je zit daar, je zit je, mm. alles gaat eigenlijk ja. zo makkelijk. En, maar het gaat er dan natuurlijk om van, dan gaat het een keer niet makkelijk. Mm -hmm. Dus al die problemen die jullie hebben moeten oplossen. Ja. ja dan, dan moet je op dat level zitten om dat op, op te kunnen lossen tot een punt dat het ook daadwerkelijk succesvol ja. afloopt. Ja, omdat je nog gewoon normaal kunt nadenken van dat soort wazige omstandigheden. Ja als je in de wasmachine zit. Precies. <laughs> als je in de wasmachine zit, ja. ja mooi man. Ja, dat is gek. Ja. ja dus, dus ja, en uiteindelijk ben je daarvoor onderscheiden, hè? Want je hebt daar een uh, kruis voor gekregen, kruis van verdiensten. Ja. Uiteindelijk jaren later, hoeveel? Krijg je 15 jaar later krijg je, je wat opgespeeld? <laughs> uh, 2019 of 20. Ja, met dank aan uh, een x aantal personen die dan uh, daar tien jaar voor hebben geschreven. Dus ik kan de namen noemen, maar je weet zelf wel wie je bent. Ja, dat, dat, dat is wel wat waard. Ja. Voor de eenheid. Mm, zeker. Voor de mensen. En jij krijgt dat al, maar het is natuurlijk Precies. uiteindelijk voor al die duikers die ja. daar uh, hun werk hebben gedaan. Ja, ja we waren met twaalf, we hebben, met zes, hebben we hem met z'n zes gekregen. Dus de andere zes niet. En dan, ja, dat is dan wel, ik vind, ja, waarom, waarom dan, weet je? Waarom wij wel en hun niet? Uh, maar tegelijkertijd ook weer, uh, we, je moet schrijven, want... Wij maken alles, uh, wij nuanceren alles. En andere onderdelen van de krijgsmacht, die schrijven wel. En die lopen dan, die staan in de registers. Die staan letterlijk bij Met... de wasmachine als een geisding wordt opgelost in een uh, fragat. En die krijgen ook een, uh, een medaille. Ik ja. exagere een beetje, maar... <laughs> nee, maar ik bedoel, um, ja, wij, uh, wij, wij doen er dan luchtig over. Maar uiteindelijk over honderd jaar sta, sta dan, staat dan niemand uh, van de marns in de, in de boeken. Weet je wel, dat bedoel ik eigenlijk. ja. En Andere lui wel. Ja, dat bedoel ik. Dus je moet schrijven. Dat is belangrijk. Als ja. je dat voor. Ja. Nou goed, als dat belangrijk is. Maar nou ja, of het belangrijk is. Maar goed, dat is in ieder geval gewoon van. Hey, het is niet uh, zomaar iets geweest. <laughs> ook al is het voor jullie uh, een, een duikstage gevoel geweest. Uh, maar dat is natuurlijk ook het weg. Ja, het wegmol. Ja, wat, wat is dat eigenlijk? Nou, het was niet echt een duikstage gevoel. Het was meer. Uh, dat is trouwens hoe ik het heb ervaren. Het was heus wel. Uh, ja, je gaat toch al s'nachts gekke dingen doen in een gek land, in een gekke oceaan. Alleen de duik zelf is dan. Het gaat zo routinematig ook. Weet je wel? Het duiken zelf is dan ja, boeien. We gaan erheen en daar gaan we wat doen en we gaan weer terug. Dus het duikje zelf, zeg maar. Dat bedoelde ik mee. Dat is dan meer een duikstagegevoel. Ja. Ja, dus je bent je wel bewust van, van alle... Ik ben in een... Wa ja. Waar toen... je zit, en met ja. de haaien, je ja. draagt niet voor niks van. Een want ik, weet shark wel, shield. Ik, ik heb jullie toen ook wel een Doorn zien rondlopen ja. met, dat, met dat shark shield dingetje. Daar speelde natuurlijk wel van alles rondom. Van, ja, er, er waren wel laden, die scheten echt wel zeven kleuren in een broek om uh, daar te gaan... is uh, mm. dus een beetje overdreven, maar ja. ik bedoel, er waren wel mensen die een beetje spichtig waren voor de duiken daar. Ja. Dat weet ik nog wel. Ongetwijfeld, ja. En misschien dat de ene het meer laat zien dan de ander, maar het, is, ja. het, was, het was niet een soort standaard uh, nee. dingetje. Nee. Ook omdat je niet precies weet wat er zit. Nee, maar het hele claustrofobische, dat gaat er echt in de kikkeropleiding wel uit hoor. Ja, ja, ja dus... daar word je wel kaart op getraind natuurlijk. Ja, nee, maar dat, dat heb je ook niet in de hand. Dus die lui vallen gelijk af in de, in de zuurstofopleiding al. Ik heb ook zelf vier jaar kikkeropleidingen gegeven als instructeur. Zoals dus zie je in die zuurstofopleiding, in de kattenhaas, alles, uh, alles nog leuk en aardig. Maar zodra je zeg maar uh, in donker gaat duiken, uh, s'nachts en uh, in de vrije ruimte. Ja, dat doet wat met de man, de mens. Ja, want daar staat natuurlijk ook wel bekend om de, ook die verhalen in de wandelgangen. van dat de Navy zelfs in Den Hoever zeggen van nou, hier gaan we niet duiken. <laughs> ja. uh, en daar, ja. dat is jullie soort van jullie achtertuin. Mm, uh, dus er is daar zo weinig zicht en jullie ja. zijn zo veel gewend wat dat betreft. Ja. Dat, dat de Somali natuurlijk ineens een soort van je, je zicht was, waarschijnlijk uh, 10 meter. Ja, 10 het meter. Goud, ja. ja, dat ja. is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk wat dat betreft uh, easy peasy. Dat uh, dacht uh, ik ja. Uh, ja <laughs> ik tot, denk tot, nou, je... Totdat je in die was, wasmachine kwam. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. 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 ja, mooi. En, en ik dacht ja, dit is een taakje die brengt mij daarheen. En die. <laughs> dus ik wel nog even lekker soort half snurkend uh, achterop uh, wachten tot ik. Uh, je dingetje, een dingetje doen. kon doen. <laughs> ja. 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 ja, mooie dingen. Hé. Hey. We, zijn, we zitten inmiddels uh, natuurlijk al, uh, want jouw hele carrière is natuurlijk een enorm uh, ding geweest. Ja. Laten we eens even afsluiten met Afghanistan. En uh, daarna wil ik um, eigenlijk jou uitnodigen om ook nog een keer terug te komen, want ik vind jou als sportman ook reuze interessant. Ja. En ik weet dat jij op een gegeven moment met, uh, met CrossFit gestart bent. Ja. En dat je daar nu ook super fanatiek mee bent en ook met gezondheid heel erg bezig bent. Dus ik ja. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw visie op gezondheid en op sporten, mm -hmm. en, uh, naar training, ook alle lessen die jij geleerd hebt natuurlijk van, maar wat doen als 19-jarige jongetje naar de sportman die je nu bent. Ja. Dus laten we, uh, laten we daar nog eens een keertje specifiek op ingaan. Ja, zeker. En hoe, dat, hoe ik uiteindelijk dan de dienst uit ben gegaan en met wat ik nu doe. Dat is eigenlijk inderdaad 12 jaar geleden begonnen. Ja, want dat is denk ik nog een heel verhaal op zich. Denk ik ook, ja. En, en, en het... En het traject waar je nu middenin zit. Mm -hmm. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook super interessant. Omdat ja. ik dat ook ken en ik ken het van andere mensen. En ik ben benieuwd naar jouw bevindingen, jou, ja. jou, jouw dingen daarin. Ja. Maar laten goed. we eens even, want Afghanistan, je bent niet voor niks kick-off opleiding gaan doen. In principe was dat van, hey, Afghanistan gaat spelen. Ja, en dat speelde de, al toen. Dat speelde al toen. Dus daar wilde je naartoe en dat ja. is ook gebeurd. Want jij bent, jij bent met dezelfde lichting als Steun, ben je die kant op gegaan. Ja, ik zat bij elkaar in een team. Hoe was dat voor jou? Uh, ja, mega. Ik kwam uit de kikkeropleiding 2008. Toen was Viper al afgelopen. Uh, Taskforce Viper. Uh, dus die boot had ik net gemist. Maar toen kwam ineens Taskforce 55 om de hoek. Dus toen... <laughs> we zaten in Amerika. Letterlijk mijn eerste oefening na de kikkeropleiding, januari. En toen uh, <laughs> werden we al uh, aangewezen. Van, hé, hey, jullie zitten in rotatie 3 van TF55. Dus ik werd, kwam gelijk weer in... Uh, Um, ja. ja. in het goede vaarwater. In het goede vaarwater. En toen zou ik de medicopleiding ingaan, maar uh, we hadden al twee medics in het team. Dus toen uh, was het eigenlijk van, ja, als jij de medicopleiding ingaat, dan word je eigenlijk word je uit het team geplaatst naar een ander team. Dus dan ga je niet mee naar Afghanistan. Dus dan ben ik niet de medic medicopleiding ingegaan. <laughs> cancel cancel <that. laughs> Dus uh, en we hadden echt een super, echt een mooi team, echt top. Heel, allemaal volledig opgeleid, allemaal BBE, uh, kikker, vrije val, uh, maar niet verkennen, weet ik veel. Alles aan de hand. <coughs> uh, <laughs> sorry. Twee, kijk, wat hadden we nog meer? Eén sniper natuurlijk, Toen was de sniper, uh, verbindelaar en dan hadden we nog uh, twee medics. De 2IC was ook de medic en de 2IC was ook de dampspecker. En dan had je de IC en ik en ik werd toen de intelman. Dat was nog de enige wat nog niet. Uh, ja, wie, wie gaat dat doen? Nou, Dennis. En de grap daarna is altijd. Uh, ja, jij, bent, jij bent niks. Nee. <laughs> want ik had geen team specialisatie. Want ik was geen verbindelaar of uh, sniper of uh, demspecker. Demolitieman dus. Of uh, wat was dan de medic? Ik ben niks. <laughs> Mooi, hè? heb je alles gedaan? Ja. En dan ben je nog steeds niks. niks. <laughs> want je hebt geen team specialisatie. Oh. Nou, prima. Dus ja. ik werd. Uh, de intelman binnen het team afghanistan ja ja dat was natuurlijk goud toen gingen we opwerken voor afghanistan toen werd er niet meer gedoken uh, Dat is perfect want ik heb altijd hoofdpijn gehad met duiken met zuurstofduiken, ik altijd koppijn dus uh, een paar keer in, in de kicklopleiding al uh, gedacht van uh, ka ik kap er mee, want het was gewoon echt met knallende kopijn, altijd het water uit uh, meestal of kotsend en weet ik wat allemaal maar ja toch volharden um, dus toen we naar Afghanistan gingen, gingen we opwerken voor Afghanistan een half jaar opwerktraject, dus dan ga je niet meer duiken, dus dat was ideaal. <laughs> ik haat te duiken, dan zul je weinig mannen vinden die duiken leuk vinden trouwens, Of ja. als uh, side note. Um, er zijn een paar die duiken nog uh, als toeristen ergens, maar de meeste uh, niet. Ik, ik heb ook op drie jaar op Oeroba gewoond, ik heb nul keer gedoken. Het is, niet... is ook niet leuk. Het is gewoon niet leuk. Ja, Afghanistan was echt top. Dat was echt uh, mooi. Dat is mooiste, um, de mooiste periode uit mijn leven, denk ik. Waarom? Zo. Ja, gewoon de, de, de actie, de spanning. De... Je leeft gewoon lekker in je bubbel daar, weet je wel. Het draait alleen maar om dat. Dus je hebt eigenlijk geen problemen, behalve in leven blijven. Maar dat is. Je hebt zeg maar de, de, de waan van de dag van hier en alle dingen die erbij komen kijken. En de prikkels en het nieuws en uh, alle pro zogenaamde problemen in de politiek. En dat verdwijnt allemaal als je daar, als je in zo'n conflictgebied bent. Omdat dan ben je alleen maar bezig met jouzelf en je buddy links en rechts van je. En het, dat kleine kokonnetje genaamd jouw missie. En dat is heerlijk. Het verkleint gewoon je wereld. En dat is fantastisch. <laughs> en plus de hoogst haalbare adrenaline kick die ik heb. Uh, ervaren is dus zeg maar ja de kans op sterven maar niet sterven maar wel weten dat je op dat moment had kunnen sterven en dat dan heel vaak mee hebt kunnen maken maar dan zeg maar nul kleerscheuren hebben na dat moment dat is, dat is, dat is echt was voor mij uh, de hoogst haalbare uh, chemische reactie uh, die in mijn hersenen plaats hebben gevonden <laughs> als ik het zo moet omschrijven ja, ja. En ik denk dat die kick, die verslaving, dat is echt, ja, wat ik zeg: verslavend. Omschrijft het is dat gevoel, dat, dat, dat wat, wat gebeurt er bij jou? Wat, als je in zo'n moment komt, dus de, de, je, zit, je zit in een vuurgevecht, ja, het, het, is, wordt, het wordt heftig. Wat gebeurt er bij jou? Nou, weet je, als je uh, met al, even als dat mensen ook een beeld kunnen hebben, als je een, een mortier in, in ziet slaan, echt letterlijk 20-30 meter bij je vandaan. Of je schotjes op het voertuig of voor je in het zand echt. Of je hoort ze langs je oor takken, weet je wel. Dus als je ze hoort zuizen, dan is er niks aan de hand. Want dan weet je, ah, dat is ongeveer een meter of tien bij me vandaan. Dus dat is nog veilig, relatief. Maar als je ze echt hoort takken, dan weet je dus dat ze echt in de buurt zitten. Want dan klap ze door die geluidsbarrière langs, langs je gezicht. Dus dan weet je natuurlijk dat het allemaal close calls zijn. Um, ja, en gewoon die... Ja, hoe omschrijf je dat? Gewoon die, die spanning en dat... Het is gewoon, ja, weet ik veel hoe je dat chemica hoe die chemicaliën noemt. Adrenaline, uh, dopamine, dat is waarschijnlijk een andere... Is het een, is het een high gevoel? Het is een mega high gevoel, ja. hier um, inderdaad ook. Dat je dan weet van, dit was heel dichtbij, in een nanoseconde realiseer dat die scherven jou gewoon hadden moeten raken, weet je wel. En dat je dan echt voelt van, kijk om je heen naar je lichaam, of er daadwerkelijk niks is. Want misschien voel je het wel niet door de adrenaline, weet je wel. En dat, dan, dat je ook naar elkaar kijkt van... <laughs> is iedereen er nog? <laughs> Gaat het goed? Ja, ja. ja en um, ja, dat, dat, dat is gewoon. Dat heb ik als zeer positief ervaren. <laughs> ja. Dusdanig dat als het niet gebeurde, dat ik echt gewoon zagrijnig was. En dat is ook alweer gevaarlijk, want um, dan ga je het ook steeds meer opzoeken. <clears throat> dus die balans in ons team was wel heel mooi, want we waren met z'n zessen natuurlijk in een team. En je had dan drie man, die waren wat meer van ja, ja, maar waarom dan? Weet je wel, wat zijn de kosten en de baten? En je had drie man die wilde eigenlijk alleen maar voorwaarts, <laughs> ongeacht. Dus die balans was heel erg <laughs> aanwezig. Ja, dus, dus ja, ja, en dat, dat werkte goed. Dat werkte goed, ja. Geen spanningen ja. die dan. Nee, nee, nee wij, wij draaiden echt heerlijk als team. Ja. Dus echt top. Ja. ja. Hey, ja. want, want die allerdingen zit natuurlijk niet alleen maar in het feit van, oh, um, er wordt op ons geschoten en ik leef nog, maar mm -hmm. vervolgens wil je natuurlijk ook de overhand in het gevecht krijgen, want ja. uiteindelijk is dat natuurlijk wel essentieel. Ja. Werkte dat? Ja, uh, je ja. hebt het gevoel dat je daar kunnen, hebt kunnen knokken op een manier dat je dat je die uh, overheersend waren in die zin en dat je die konden. Uh, nou ja, je bent er eigenlijk pas echt. Uh, dat is wel bijzonder, want wij zijn echt al zogenaamd mega getraind. Je hebt alle uitrustingen, weet ik wat allemaal. Maar je bent dus aan het vechten tegen geharde strijders. die al generaties lang aan het vechten zijn. Hè? Want uh, de Russen hebben opa vermoord en uh, de Amerikanen hebben papa vermoord. Dus uh, er zit zoveel. Dat, dat gaat heel diep. Dat zijn gewoon echt strijders. Warriors. Echte warriors. Die lui. Um, dus zodra we dan, want wij gingen natuurlijk net zo lang door die gebieden in van die lui uh, van de Taliban, de Taliban hotspots, totdat wij aanvat werden. Dus we gingen gewoon eigenlijk deliberate in ambushes lopen, want die hele icon, die, die uh, walkie talkies waarmee hun zeg maar praten door elkaar of met, met elkaar, dat, dat vingen wij natuurlijk op. Dus je voelt die spanning al opbouwen, weet je wel, dat ze zich aan het voorbereiden zijn. En wij hebben dan natuurlijk een talk bij ons, in afgaan, die, uh, die vertelt dat. Dus je voelt gewoon, je weet gewoon van nou, het gaat zo los. Dus dan gaat het los. Maar dan heb je helemaal niet zoveel overhand. <laughs> Pas als Apache's en bommenwerpers zich in het net melden, omdat wij de luchten domineren, dan hebben we de overhand. Maar ik heb daar vaak genoeg uh, in een ditch gelegen met tien man. En dat we niks konden. Totdat Apache's er waren of zoiets. Omdat we gewoon vanuit alle kanten, vanaf de hoge grond. Uh, Um, ...werden we bevuurd, om het zo maar te zeggen. Want wij gingen dan door het verleidje heen trekken, door die dorpen heen. En die luiden gingen natuurlijk omhoog. Logisch, want vanaf hoge grond domineer je. En dan werden wij natuurlijk uh, belaagd. Dus ja, hoe, welke overhand... <laughs> Ja, dus het machtige gevoel kwam vaak vanuit, uh, eindelijk is de Apache ook uh, aanwezig. En dan ja. uh, krijg je vuursteun. Ja, vuursteun. Dan kon, de, de, kon de, de forward air controller kon lekker uh, zijn dingetje doen op de grond. Ja. ja, had je in die zin bewondering voor die strijders? Vanuit uh, strijder naar strijder, hoe, uh, hoe kijk je naar die lang? Nou ja, op, op dat moment niet natuurlijk, maar nu zeker ja. ja. eigenlijk uh, wat Teun zei, daar sluit ik me echt precies bij aan. Alles wat hij zei. Dus uh, mocht je die aflevering niet hebben gezien, dan zou ik zeggen, kijk die even terug. Um, die lui die gaan dan gewoon met een, uh, met een gewaad, met een, wit, uh, met een wit doek om hun lichaam op slippers of sandalen. Met een, uh, met een roestige AK of een PKM of in ieder geval een soort van wapen. En uh, ja, die gaan gewoon de strijd aan tegen ons overdag. Ze hadden natuurlijk donders goed door dat ze s'nachts niks moesten doen. S'nachts gebeurde er niet zoveel. Nee, want ze hadden geen nachtzicht. Ze hadden uh, geen Nee. Inmiddels wel, natuurlijk. Ja. <laughs> Inmiddels hebben ze alles. Inmiddels hebben ze alles. Ja. Met dank aan onszelf. Ja. Um. We hebben eigenlijk de Taliban geënhanced de afgelopen twintig jaar. Ja, ik heb dat natuurlijk allemaal uh, al ja. Als ik nu die foto's kijk, denk ik, ja, die, ik heb gewoon de Taliban getraind natuurlijk. Ja. Ik bedoel, die, dat zijn allemaal die nu natuurlijk weer onder een andere vlag vallen. Ja, ja, nou ja, we waren nu aan het vechten tegen onze eigen wapens die we in de jaren zeventig aan de Russen, of uh, aan de Taliban hebben gegeven. Want toen heette de Mujahideen, die streden tegen de Russen. Nou ja, weet je wel, dat ja. waren toen onze vrienden. En uh, nu hebben we tegen die wapens gevochten. En waarschijnlijk over uh, een aantal jaar, dan herhaalt de geschiedenis zich weer. En dan gaan we er weer een keer heen. En om, uh, om iets op te dringen. Daarom. En dan uh, vechten we weer tegen onze eigen wapens. Van nu. Denk ik. Dat is mijn inschatting. Ja. <laughs> Ergens komt het wel weer. Maar, maar uh, ja, nee. Diepe respect voor, uh, voor die lui. Ja, zeker. Zeker nog als ik daar geboren was. En jij, dan waren wij waarschijnlijk zaten we daar bij de Taliban. In een, dus, een witte gewaad ja. uh, voorwaarts aan het gaan. Dus we ja, dat is net aan dus waar je geboren wordt, natuurlijk. Ja. Wat, wat was voor jou uh, naast, wat, 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 waar... ben je jezelf zo fysiek tegengekomen daar of uh, me mentaal? Of, uh... dus denkt, uh, maar, dat was echt wel pittig. Of... <laughs> ja, um, ja, we moesten één keer, uh, gingen we een berg op. Want toen werden we constant belaagd vanuit een, een berg. En het was een soort rode vlek aan hoogtelijnen op de kaart, zeg maar. Dat was echt een, zf, een punt ongeveer. En toen gingen wij, hadden wij het briljante idee om uh, dan 's nachts omhoog te stekkeren en dan die vent op te wachten en dan 's ochtends bij first light uh, hem verrassen. Uh, ja, dat was een behoorlijke epic. We gingen gewoon met een rugzak um, omhoog en liep voorop en die ging door zijn knie. Dus toen uh, ging ik zijn rugzak pendelen. Dus we was een stukje omhoog en naar beneden zijn rug zou pakken. En weer omhoog, zo heel die, heel die berg. En uiteindelijk waren we gewoon met drie steunpunten omhoog aan het klimmen op het eind. Zo stijl was het. Ja, dat was wel echt... Uh, pff, toen was ik wel naar de tandjes ochtends, toen we aankwamen. Toen bleek die vent ook nog op een bergtop verder te liggen. <laughs> en we zaten in een wolk, dus we zagen niks. <laughs> dus het was uiteindelijk ook nog voor niks geweest. Maar goed, um, um, toen weet ik nog dat we een paar dagen later zouden we weer een berg op moeten. Maar toen ging dat op het laatste moment toch niet door. En daar was ik wel echt heel blij om. Want ik was echt nog niet hersteld van, uh, van dat ene avontuur, zeg maar. Dus toen ben ik mezelf zo vaak tegengekomen. Ik bedoel, ik zit hier nu anderhalf uur natuurlijk te vertellen over hoe, uh, ja. hoe fit ik wel niet ben en zo. Maar uh, daar aan de andere kant staat natuurlijk dat ik net zo goed naar de kloten ga als iedereen, zeg maar. Heel erg zelfs. En misschien nog wel meer. Alleen als stoppen gewoon geen optie is, dan... Dat is het enige wat je niet hoeft te doen, is stoppen. Ja, dat klinkt makkelijk, maar dat is natuurlijk een ander ander verhaal. Ja, jij vertelde natuurlijk, uh, Henk Krijhoff heeft wel eens in onze uh, in deze podcast ook verteld, als je die <laughs> alleen nog nooit heb gezien. Ik vind Henk Krijhoff echt geweldenaar op zijn vakgebied. Ja ik ook. Dus die, uh, en die, die loopt ook alle dingen die nu geroepen worden over allerlei prestatiepsychologie, die, die vertelde hij 30 jaar geleden al. Yeah. Zo'n zo vent is dat, weet je ja. wel. En die heeft op een gegeven moment ook ons doorgemeten. En jij was ook een van die gasten die, dat, uh, die toen object was van zijn metingen. <laughs> ja, uh, klopt. Ja. Vertel dat eens. Ja, dat was in de BBE testweek was dat. Dus toen was het in, even terug naar 2004. Uh, dat was een van de wazige professor die kwam er langs. Dat was dan Henk Rijhoff, weet je wel. Ik was natuurlijk bezig met mijn dingetje aan doen, testweek. En toen af en toe plukte die iemand eruit na een fysieke inspanning. Die legde hij dan aan de meetapparatuur. En dat was het. Dus ik moet ook op den duur een keer gemeten. Uh, maar je werd dan gewoon één keer gemeten of twee keer, weet je wel. Maar ik werd elke keer weer opnieuw gemeten. Dus na een fysieke inspanning en dan na een paar uur weer. En dat gebeurde dan uh, later op de dag nog een keer. En toen de volgende dag nog een keer. En ik zag die kaderleden allemaal een beetje smoezen onderling met Henk en zo. En een beetje, ja, weet ik niet, wazig naar mij kijken en zo. Um. <laughs> dus ik begon een beetje zorg te maken. Ik denk, wat is er aan de hand? Wat. Uh... Dus ik vroeg op de deur aan Henk, ik zeg, uh, wat is er? En hij ze zei, ja, mijn apparaat, er klopt iets niet. We denken dat er iets niet klopt, want ik dacht dat mijn apparatuur kapot was, want jouw lichaam geeft zo'n hoog stressniveau aan na een fysieke inspanning. Eigenlijk uh, kan dat helemaal niet. Dus ik dacht dat mijn apparatuur kapot was, want ik heb al zoveel duizend man gemeten en ook Olympische sporters en zo. En ja, in principe ga je dood bij de helft aan die waarden. <laughs> dus, dus, uh, dus jouw waardes, ja, je hebt enorm veel stress in het lichaam, wat het lichaam blijkbaar aan kan, wat je hart aan kan. Um, maar hij zei het bijzonder: is dus drie, drie uur later, als hij dan weer meten, was hij volledig hersteld. Dus jij, jij werd eigenlijk sterker in die week. Terwijl ik helemaal niet voor mijn gevoel sterker werd, want ik was helemaal naar de getver en niet slaap en overal spierpijn en kon amper lopen. Maar volgens zijn meetapparatuur, het lichaam aan zich van binnen werd gewoon fitter en sterker gedurende die week. Dus ik, maar ja, ik denk, ik maak me een beetje zorgen. Weet je, moet ik me nou zorgen maken? Zei, nee, hij zei: Jij ja, je je kan jezelf wel letterlijk doodrennen als je zou willen, als je zou willen. Dus dat is dan misschien een enige zorg die je hebt. Ja. Ja, nou, dat is wel interessant. Je had ook zo'n vent die inderdaad niet kon verzuren bij de landmacht. Die, altijd, die liep altijd met de macht tijdens de speedmaster <laughs> Dat was ook <laughs> zo'n vent. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk het sympathicus en het parasympathicus. Hè? Dus een, rempe, een rempedaal mm. uh, en het uh, gaspedaal. En dat, dat zijn ook dingen die natuurlijk uh, Henk meet. Mm -hmm. Het is natuurlijk interessant uh, bij jou dat, 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 dat er natuurlijk dingen op een bepaalde manier waarschijnlijk anders zijn dan de gemiddelde persoon in de zin van uh, natuurlijk uh, en dat ook dat uh, het op zoek gaan naar dat adrenalinegehalte mm -hmm. het, het gevoel hebben van willen leven daar daar, daar zit daar ja. is waarschijnlijk meer voor nodig bij jou misschien wel wat voor iemand anders uh, al uh, in een achtbaan uh, gebeurt ja daar yeah. heb jij daar heb jij voor nodig dat er een, een kogel langs je oor, langs je oor schiet in Afghanistan mm. weet je dus er zullen wel wat waarden zijn natuurlijk die natuurlijk wat anders liggen dan bij de gemiddelde mens ja dat is, dat is in ieder geval aannemelijk. En als, als Henk, ja, die uh, doet met omega wave uh, dingen, zijn die uh, meetapparatuur, super interessant. Ja. En uh, geeft gewoon heel veel inzicht in die systemen. Dus ik vond dat wel een mooie anekdote in de zin van: ja, weet je, dat, ja. dat, dat zegt wel wat. Natuurlijk. Mm -hmm. Ja, En toch, inderdaad, als we teruggaan naar het begin van deze podcast en ik beschrijf al die lui dat rijtje collega's die allemaal uh, die gekke dingen doen en zo weet je wel en zo ken ik nog honderd lui uh, verzinnen ja dan ja vind ik dan vind ik het allemaal niet zo heel bijzonder dat zeg maar. nee. ben gewoon weer een van de nee omdat je in die, in die stal natuurlijk gewoon heel veel lui hebben die een vo2 max hebben die, die nergens die eigenlijk niet onder chart staat of uh... <laughs> <laughs> ja dat heb ik dan weer niet maar misschien in mijn mentale vo2 max zeg maar ja, ja. ja dus bijzonder dat, uh, hè ja. ja dat is wel mooi ja. Nee, was je naar Afghanistan? Uh, ja, want jullie hebben daar echt, jij zijn maximaal uh, aan de haal geweest daar, uh, in de zin van uh, vuurgevechten, uh, acties die jullie daar hebben moeten doen. Ja. Is dat gewoon echt een epic uh, periode geweest? Ja, ik had meer willen doen eigenlijk. Uiteindelijk er was één operatie die ging op het eind niet door. Daar baal ik nog steeds van. Dat was echt uh, voor mijn gevoel, uh, ja, samen met de jenken was dat. Dat hadden de Helmand als scheidingslijn, dan had je East Bank en West Bank. En dan het oosten zouden wij van Zuid naar Noord trekken en jenken van Zuid naar Noord. En dan met allebei onze eigen rules of engagement. Dus OEF en ISAF. Dat is krankzinnig natuurlijk als je erover nadenkt. <laughs> allebei eigen regels. Ja. dan uh, tot in uh, Olembach, dat was dan echt een mega hotspot van de Talebs. Alleen Karzai moest daar toestemming voor geven, want dat is de president van toen. En boven de 500 man moest hij dan toestemming geven voor een operatie. Maar dat was net een of andere. Ik vond er was iets gebeurd met een uh, controlepost. Dus hij keurde het niet goed. Ze zaten al, waren al verplaatst van TK naar Derewood. Uh, dacht ik. En toen werd hij gecanceld. Dus uh, ja, zonde. <laughs> Heel zonde. Ik mis de kans. Dat was de, de klapper op de vuurpijl geweest. Ja. Ah. Maar, maar heb, je, heb je dan wel een bevredigd gevoel? In de zin van kan je, wel terug, uh, kan je daar nu ook naar terugkijken van, uh, met, met, met een goed gevoel? Of hoe kijk je daar naar terug? Ja, weet je wat, wat je zo straks ook al zei? Er is altijd iemand die heeft meer gedaan en meer meegemaakt. Dus dan hoor je weer andere verhalen. Uh, en dan denk ik, ik had het ook, uh, weet je wel? Meer actie, nog meer. Maar waar houdt het op? Het houdt nergens op. Wat, wat is jouw grootste angst? Wanneer, nu? Ja, in het leven. Weet ik niet. <laughs> Dat is een hele diepe vraag. Weet ik niet. Uh, dik worden <laughs> <laughs> um, ja. goeie vraag grootste angst ik ben wel altijd ik heb wel altijd prikkels nodig dus die rust zeg maar dat dat misschien is dat wel een angst misschien dat ik daarom wel heel veel sport om bepaalde dingen te onderdrukken um, geen idee Ja. Goeie vraag. Ja, het zal waarschijnlijk een beetje in de, in de gradatie zitten. Uh, het gevoel dat je er niet alles uitgehaald hebt, of dat je niet uh, genoeg jezelf niet hard gepusht hebt. Nou, dat je weet je, laten liggen. Uh, we hebben echt, ik heb echt heel veel geluk gehad. We hebben, we hebben heel veel dingen kunnen doen daardoor. Dus het grote jongensboek uh, was eigenlijk compleet. En zonder kleerscheuren, maar ook geen buddies uh, van mij, zeg maar, zien exploderen of. Uh, dat scheelt wel. Hè? Of weet ik veel wat. Dus, dus, dus uh, dat scheelt behoorlijk veel mentaal. Dus ik heb mentaal, zeg maar, niks heftigs mogen eff, of uh, gelukkig uh, hebben. Even iets wat mij heeft ge, uh, negatief heeft geprikkeld, om het zo maar te zeggen. Nee. Wat wil je zeggen? <laughs> nee, ik moet zo lachen omdat ik heb niks heftigs meegemaakt. Dat ik waarschijnlijk als je, als je letterlijk zou, zou uh, van, van actie naar actie de ja. dingen die je hebt meegemaakt dan zouden gemiddelde mensen natuurlijk uh, uh, zeer complexe drie, ja. drie dubbel dwars uh, PTSS aan overhouden ja dat kan wel dus ja dat, dat bedoel ik ik heb niks voor mij ik heb er niks aan overgehouden ja, laat precies. ik het zo zeggen uh, een PTSS is natuurlijk iets kijk de een die dat is voor iedereen persoonlijk wat iemand meemaakt we kunnen zijn wel jongens die hebben PTSS eraan overgehouden en dan denk ik bij mezelf ja maar ik heb het niet. Dat kun je ook dan niet begrijpen. Dus voor iemand anders is die beleving waarschijnlijk dan heel anders geweest. Ja. Um, ja, is... Maar goed, hè? ja, ja. En, en, en het feit dat er niemand naast mij geëxplodeerd is, behalve Afghaanse politielui, maar dat is dan weer dusdanig ver van mijn bedshow dat mij dat niet geraakt heeft, um, heb ik daar geen last van uh, ondervonden. Alleen, als ik dan een last zou mogen onderschrijven dat ik heb, is dat ik dus last heb van um, Constant op zoek naar prikkels. Misschien dat ik dat daar aan overgehouden heb. Geen idee. Uh, ik ben geen psycholoog. Ik ben misschien wel voer voor een psycholoog. Uh. <laughs> nee, dan krijg je weer zo'n henkraaihoofdje. Ja. ja dit, dit kan helemaal niet. Weet je. Oh, ja. ja. Nee, maar uh, ja. Ik ben er niet. Uh, ik ben wel stabiel genoeg in ieder geval. Ik heb ze wel op een rijtje, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en, maar als je dan kijkt naar. Uh, daarna ga je natuurlijk naar Creta. Ga je adopteren. Ga je twee dagen bier drinken. met psychologen uh, kletsen. En dan doe je on, wij ons verhaal. En, al, en, en wat we terugkregen aan feedback van hun. was dat wij juist mega ontspannen waren. En als je dat dan vergeleek met lui die uh, minder mochten. Dus de reguliere eenheden. die allemaal beperkt waren met regels. en die alleen maar ID's aan het wegtikken waren en vol met frustraties, omdat ze niet hun ei kwijt uh, konden. Die zaten vol met frustraties en uh, dingetjes. En wij waren allemaal heel erg zen, omdat we gewoon ja ons ding uh, hebben kunnen doen, om het zo maar te zeggen. Dat is toch mooi. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is toch geweldig. Ja, maar dat ja. is dat is het uiteindelijk. Weet je, het ja. belangrijkste is als je dan op die reis zit. Ja. Kijk, jij, daarom vraag ik van, ben je dan bevredigd daarin? Want van ja, er is natuurlijk nooit een soort. Nee. Je hebt altijd het gevoel dat je maar maar als je dan gaat, gaat kijken naar de carrière die je hebt gehad, de dingen ja. die je hebt mogen doen. Ja. ja, weet je, dan kan je, toch, dan kan je toch alleen maar. Weet je, dat duurt misschien nog eventjes om daar op mm -hmm. die manier naar terug te kijken. Dan ja. kan je toch alleen maar met een hoop trots en met een hoop uh, dankbaarheid terugkijken naar alle momenten die je hebt meegemaakt. Zeker. En dat je het werk hebt kunnen doen waar je zo hard voor getraind hebt en waarvoor ja. je, je zoveel geleden hebt. Want ja. ja, je gaat er natuurlijk heel hard overheen, over al die momenten dat je hebt afgezien, in een bos hebt gelegen, pijn mm -hmm. in je, je lijf hebt gehad, niet hebt geslapen. Ja. Uh, al die dingen die je hebt gedaan. Ja. Fucking hell, weet je? Ja. ja, dat is wel vet toch? Dat je ja, het, zeker. Um, en heel er en er heel uit bent gekomen. Ja, maar, dat, met name dat. Ik dat. heb dat namelijk, ik heb dat soms ook. Ik heb dat ja. ook. Ik heb, ik, ik, heb, ik heb niet geen Task Force 550 gedraaid. Uh, dus mijn missie was er, was, was er uitdagend op andere vlakken mm -hmm. en op een andere manier. En um, ik hoef dat, ik heb ook niet de behoefte om dat te vergelijken. Maar ik, ver, ik heb dat ook. Ik heb datzelfde, ja. uh, hetzelfde gevoel van ja, weet je, uh, mm -hmm. het is goed. Ja, dat, ja, zeker. Als ik het echt uh, over nagedacht dan is dat inderdaad goed. En dan toch, als je dan daar zit en je komt terug. en je bijvoorbeeld die gast die dan Osama bin Laden. weet je wel dat, dat clubje. Ja, maar dan krijg, team, je, dan krijg je een beetje dat. dat teun, six. Uh, wat Teun ook heel mooi zei. Je bent uiteindelijk gewoon Kazachstan op de Olympische Spelen. omdat je, omdat je voor Nederland speelt. Ja, ja dus precies. Je, je zult nooit nee. die Bin Laden pakken. Nee. nee, dat klopt. Je hebt die JPL die lijst. met prioriteiten. met, met persoon nummer 1 is uh, Osama. Dat is voor Shield Team 6 of. Uh, S.A.S. of weet ik veel, wat allemaal of Delta Force. Ja, wij krijgen de nummers zoveel tot zoveel. Ja, ja dat is het verkeerd land geboren. <laughs> ja. Wat dat betreft, maar ook ja, precies. Ik heb weer precies in het goede moment heb ik erbij gezeten. Ik denk dat het een foutje is van de Nederlandse overheid als ze hadden geweten achteraf. Uh, wat Afghanistan zou zijn gaan worden. Hadden we dat nooit gezeten ik op denk deze dat we, manier? Dan denk ik, hadden, we, hadden ze nooit uh, toestemmen. hadden ze dat nooit goedgekeurd. want wij doen altijd een beetje de laffe net niet uitzendingen achteraf, een beetje de vredesmissies en uh, oh, wij, wij, wij gaan ook mee achter grote jongens aan en nu hebben we ook even wat dingetjes mogen doen zeg maar. Um, ja en dat uh, heeft in Nederland. Ik denk dat het een foutje is geweest. <laughs> Hij nee. Inschattingsfoutje. Ja, dat, denk, dat denk ik ook. Hey, ik mag jou uh, feliciteren. Met de, met de langste podcast. <laughs> <Met> de zo'n <langste, laughs> <de langste> podcast <laughs> ooit. Yes. Dus ook daarin uh, ben je gelukkig gewonnen. Uh, heb, Ge je, heb je gewonnen? <laughs> <laughs> Want dat was al ja. ook een uh, doel natuurlijk. Ja. Dus het liefst, het liefst zou, zou je er nog uh, drie uur door uh, trekken. Ja. Nou, jij wilde een tweede podcast van maken. Dus... <laughs> dat, 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 is, uh, dat, dat zou. Uh, dat het, dat, ja, ik denk dat dat beter is. Ja. Um, uh, ik kijk daar wel uh, heel erg naar uit, omdat je gewoon interessant bent in die zin van uh, sportman, uh, de dingen die je hebt gedaan. Ik snap dat jij nog uh, vrij recentelijk uit, een, uit die community komt, dus dat je het allemaal nog uh, ziet vanuit die bril. Ja. Maar ik weet ook wat dat proces is, want ik heb die bril in een bepaalde mate ook opgehaald. En ik heb het proces natuurlijk al, ja, ik loop wat dat betreft acht jaar voor op jou. Ja. Dus ik weet dat het gewoon even een tijdje duurt om een beetje te landen buiten de, daarbuiten. Ja. Je, je bent, denk ik, ook nog wel zoekende en, en die zoekt. Het lijkt mij leuk om in die zoektocht mm -hmm. um, Ja, je gewoon af en toe eens te spreken van om. Als je dan een soort van live ziet van okay, Als je dan vanuit vanuit dat Olympische team komt, yeah. en Je gaat landen nu eigenlijk op een andere plek. Mm -hmm. Hoop jij heel erg bezig bent met jouw uh, uh, passie. En is dus gezondheid en sport, ja. kan ik dat zo zeggen? Ja, uh, ja. En andere mensen helpen met hun uh, de basis. Maar dan gaan we het de andere keer wel over hebben dan. Ja. <laughs> dus daar wil ik alles, uh, alles over weten. Ja. En als je nou eens een keer iets extreems gaat doen, kan ja. sporten. <laughs> ja. Ja, dan uh, moet je maar bellen, want dan ga ik, uh, dan ga maak je... ik een mooie documentaire, mini-documentaire van, en dan gaan we gewoon even op pad, en dan gaan we iets uh, iets geks doen. Ja, dat is een goeie. Ik ga gelijk allemaal dingen bedenken nu. Van... Uh, wat schiet kan wel, ik doen? Allemaal dingen. Wat is het meest extreme kan sporten wat je hebt gedaan? Um... Qua sport, uh, ja, crossfit-wedstrijden tel niet. Het zijn allemaal weekend-events natuurlijk. Dus dat is qua sport, zou dan denk ik toch wel die 100 kilometer zijn die ik heb gelopen. Dat is wel redelijk extreem, natuurlijk. Alles wat bij de baas in de opleidingen, dat telt natuurlijk niet, hè? Dat is echt, je bedoelt ja. echt qua sport, toch? Ja, sport. ja. de kajak in de het kikkeropleiding is natuurlijk ook vrij extreem voor een normaal persoon. Ja, nee, maar laten we het even over sport houden, want anders ja. dan kunnen we een jaar ja. blijven praten natuurlijk. 100 want... kilometer, en, dat, en wat, wat is dan... Uh... Nou, ik had, uh, ik had zeg maar een... Uh... Uh, dit gaat nog vijf minuten duren, hè? Is dat goed? <laughs> Ja, is goed. Als de camera het houdt, mag je het uh, uh, oké okay. ik, uh, ik had mezelf beloofd een jaar lang elke dag één kilometer hard te lopen. Een jaar lang. Dat stelt echt voor mijn gevoel. denk je, nou, boeien één kilometer per dag. Een jaar lang ongeacht ziek, blessures, uh, vakantie, weet ik veel allemaal. En dat is niet erg. Want als je, als, je, als, je, als je dan dat moment pakt, dan ben je binnen zes minuten klaar als je ontspannen loopt. Maar wel 365 dagen lang. Dan denk ik van, ja, ja boeiend, dat is niet heel heftig. Maar het is vervelend als je in je nest ligt en je denkt, kut, ik moet nog hardlopen en het regent. En je moet dan toch eruit voor twaalf uur, omdat nog even dat kilometerje moet hardlopen. Dan wordt het vervelend. Of je staat op een barbecue. Of je hebt uh, buikgriep. Uh, dat is ook vervelend. <laughs> dan is een kilometer heel lang. Ja. Maar ik was een keer een dag vergeten. En toen werd hij vervelend, want toen heb ik online gevraagd aan mensen van hey, hoe kan ik mezelf uh, hiervoor straffen? Dus toen uh, kwamen natuurlijk de meest sadistische dingen, We kreeg ik op mij afgevuurd. De zieke geesten, <laughs> die gingen, zieke aan. geesten gingen aan. Ja, Ja, en één uh, zei, hey, waarom doe je niet de David Goggins challenge? Dus, dus, dus vier mijl rennen, elke vier uur, 48 uur lang. Dus het is dus dan in totaal 76,6 kilometer. In elke vier uur een stukje, vier mijl, dat is dus uh, 6400 1600, 200, ja, 6400. Uh, elke vier uur. Dus je loopt dan um, als tussen de 30 en de 40 minuten. En daarna heb je dus 3,5 uur rust. En dat doe je dan 48 uur lang. Dus dat, best, dat wordt best vervelend. Toch? Dat ik heb het nooit <laughs> gedaan. maar Dat, klinkt wordt, heel hot, dat ja. wordt best vervelend. Zeker ja. als je die in je eentje doet en je moet gewoon je wekketje zetten. Je hebt geen accountability partner, want dat ben jij zelf. 6,5 kilometer per, uh, per, vier uur. per vier uur. Dus na de zevende keer had ik echt mega veel zelfmedelijden. Um, oh, dat was trouwens ook, ik begon om, uh, om één uur, was code rood, want het was weer eens extreem warm. Dus we leven natuurlijk tegenwoordig in de paniek uh, dat overal een, een codetje voor verzonnen is. En dat je dan zogenaamd binnen moet blijven, want het is allemaal levensgevaarlijk. Al die situaties. Dus toen ben ik expres om één uur s'middags begonnen. <coughs> het was lekker warm. Maar goed, um, na de zevende keer had ik heel veel zelfmedelijden en toen, uh, want ik had overal pijn in mijn heupen en dat soort dingen, heupflexoren. En toen besloot ik dus om mijn zelfmedelijden te bestraffen door het af te ronden naar 100. Dus niet 76,6, maar ik denk ja, oh, dan maak ik er 100 van. Hoe ga je dat dan doen? Dat Was tijdens mijn zevende keer lopen was dat. Dus ik dacht, of je loopt dan gewoon elke vier uur uh, die 6,7 of 6,4 kilometer totdat je op 100 zit, of je doet het nog steeds binnen die 48 uur. Dat betekent dat je niet 6,4 moet lopen, nu maar 11,04 de komende vijf keer nog. Dus toen heb ik daarvoor gekozen. En ja, dat was wel echt uh, vervelend. <laughs> ja. 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 ja, dus nog even vijf keer 11,04 11 lopen. Dat is bijna um, een verdubbeling van ja. de, het aantal. Ja, ja en dus toen kwam ik dus op 100 uit. En de laatste paar keer hebben nog een, uh, een paar Marines meegelopen. Het dus was wel mega. Dus die kwamen zich melden ochtends bij mij om mee te draven. Oh, vreselijk. Dat was wel echt... Uh, ja. Qua sportprestaties, dus alles wat bij de basis is meegemaakt, wat niet meetelt. Denk ik dat dit dan wel het verschrikkelijkste is wat ik nu even zo snel kan verzinnen. 1, 2, 3. Ja. Ook omdat ik... Ja, het de 100. Als je echt een getraind loper bent, dan is op zich... Moet dat geen probleem zijn. Maar dat was ik op dat moment niet. Want ik liep eigenlijk gewoon 1 kilometer per dag. Dus om dan ineens 100 te lopen, dat is niet uh, ideaal natuurlijk. Dan ben je niet belastbaar, sportspecifiek. Nee. Maar anders is het ook te makkelijk. Ja. Maar goed, ik had eigenlijk de dag daarna, was het weer volledig hersteld. Ik had nergens meer last van of zo. Alleen nog gewoon moe. En als ik ging squatten, dan voelde ik wel, oké, okay, ik heb wat beschadigd. Maar ja, het was eigenlijk, ja. Uh, yeah. <laughs> Good to go. Ja, de Nederlandse David Goggins uh, is geboren. Oh, daar nou, van... dat, die eer... Uh... Dat gaat te ver hoor. Daar heb je nog wat uh, nee, dat, prestaties uh, voor te, te leveren. Nee, dat, uh, dat, dat uh, die ontkracht ik gelijk. Ja. Voordat je je zin hebt afgemaakt. <laughs> maar is, is dat iets waar je... Waar je denkt, die prikkels die blijf je nodig hebben. Dus ga ja. je dat denk je daar uithalen? Is dat wat je, je gaat doen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Geen idee. Dat is waarschijnlijk iets wat je me dan uh, in een Volgende vervolg keer. Uh, keer weer gaat vragen. Van hey, vorig jaar zaten we hier en toen zei je dit. Hoe sta je er nu in? Ja. Nee, weet ik weet niet. Um, ja, heb ik dat nodig? Heb ik het wel nodig of praat ik mezelf aan dat ik het nodig heb? Ja. Nou, dat is interessant. Ik ben benieuwd waar jij op uitkomt. Ik heb het idee, kijk, ik doe dit nu weer een tijdje. Mm -hmm. Ja. En ik denk dat er nog um, het een en ander te ontdekken is, Bij... achter jou uh, schild. Achter het schild waar, we, waar je de afgelopen twee uur naar hebt geluisterd. Uh -huh. <laughs> En dat maakt het ook interessant, want ik weet dat het daar zit. Mm -hmm. En ik weet dat dat ook het gedeelte is wat het meest uitdagend is, natuurlijk in, uh, in deze transitie. Ja, om, ja, daar, om daar iets meer ruimte aan te geven. Yeah. Op, een, op een manier dat het ook gewoon eigen is en niet uh, emotionele incontinentie mm -hmm. is of iets zwaks is. Of, uh, maar, maar daar ben ik wel naar benieuwd, yeah. naar, naar die laag. Ja, dus waar komt die onzekerheid vandaan? En waar, wat, wat leeft er dan achter dat uh, enorm sterk, opgebouwde schild? Yeah. Of, of is het er niet? Ja, dat kan ook. Maar dat zou ik ja. ook interessant vinden. Van uh, ja, weet je, hoe, uh, hoe ja. werkt dat? Het is wel grappig, want we zitten nu natuurlijk in deze rol vanuit mijn defensieverleden en dat hele verhaal. Dus nu neem ik dan automatisch waarschijnlijk weer die rol aan. En ben ik vanuit dat dingen aan het spuien. Terwijl, wat ik nu aan het doen ben. Met uh, gezondheid en met die vetzuurbalans met omega 3. En ik ben alleen, daar ben ik al 2,5 jaar mee bezig. Daar ben ik echt een heel ander, heb ik een hele andere rol. En ben ik juist heel erg op de persoon en gevoel uh, aan het praten met mensen, vrouwen en um, ook mannen. Dus daar werkt dat schild niet. Maar ik denk dat het nu ook is, de eerste keer zo'n podcast. Uh, en dan... Alles even vertellen vanuit heel mijn leven. Dus dat daarom misschien dat scheelt. En niet het hele emotionele, de ware Dennis eruit is gekomen. Oh, ja. Maar die ware Dennis komt wel echt uh, wel naar buiten als ik met mensen praat. Oh. Denk ik. Ja, maar dat denk ik ook. Ja. Ik heb je natuurlijk ook over de telefoon gesproken. En ik heb ja. je nu. Uh... Dus ik denk dat ook dat en ik denk dat dat ook heel interessant is om dat ook nog wat meer te laten zien mm -hmm. als je hier wat meer aan gewend bent en je dit een keer hebt gedaan en dat ook wat meer eigen wordt. En, uh, dus uh, ja, kijk er uit om, om ook dat deel verder te verkennen. In je sportverhaal. En, en uh, ja. wellicht de echte Dennis die dan daaronder zit ook wat, wat ja. meer te leren kennen. Ja. Waarschijnlijk wel ja. Dus, kom het komt uh, al meer naar buiten. Ja. Met wat ik nu doe en zo dan komt het automatisch wel. Oké. Okay. Hey, Dank voor je mooie verhaal en de, de langste podcast ooit. <lacht> <lacht> dus, uh, ja. nee, ik vond het gek om, uh, om het verhaal te horen. En uh, jo, de, voor het eerst in deze stoelen te hebben. Ik hoop dat het graag uh, meeviel uh, voor de luisteraar. Uh, ja, wat vond op. jij ervan van die stoel? Zit het er lekker of niet? Nou ja, het ziet er mooi uit, maar ik zou het zelf nooit kopen voor <laughs> nee, <dat gaat> niet. <laughs> het uitzetten. Het is leuk dat het heel duur is, maar. Echt uh... lekker zitten die niet, <laughs> hè? Nee. 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 Ah, wel de ontgroening en het ziet er leuk uit. Dus uh, tof dat jullie erbij waren. Ja. En uh, ja, dank man, dan ga je goed. Ja, dankjewel, jij ook. Blijven rammen, maar ja dat hoef ik tegen jou niet te zeggen. <laughs> nee. nee, dat klopt. Top man. Alright, gents, uh, uh, tof dat jullie erbij waren. En uh, ja, tot de volgende keer. Scherpschutters, uit.